Goedemiddag mensen. Goedemiddag dames en heren. Welkom bij deze livestream. Bij deze nieuwe livestream. En wat een epische, maar herkenbare muziek voor mij. Holy shit. Jongens, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik zal even kijken met hoeveel we eigenlijk zijn, want ik heb eigenlijk geen idee. Ik zie dat we met 30 mensen zijn, super gezellig. Er staan nog PUBG en weet ik het allemaal in de beschrijving. Super slecht voor mij, dat ga ik gelijk heel eventjes aanpassen. Want we spelen natuurlijk vandaag Pokémon Silver. En dat is een hele oude game. Het jaar 2000 geloof ik. Staat die überhaupt nog bij Twitch in de zoekdingen? Volgens mij niet hoor. Even kijken. Pokémon Silver. Gold en Silver. Nou, daar staat hij gewoon. Klaar. Kijk. Pokémon Gold en Silver. Niet eens een plaatje, maar we spelen het. We zijn met 54 mensen. Dames en heren, ik heb van Nintendo de kans gekregen om een downloadlinkje te krijgen van deze hartstikke nieuwe Pokémon. Tenminste, hartstikke nieuwe. Deze oude, maar in een nieuw jasje gestoken voor de Nintendo 3DS versie van de Pokémon Silver Edition. En ik dacht, weet je wat, die game heb ik als kind superveel gespeeld. Ik vind het zo'n vette game. Ik ga hem gewoon met jullie spelen. Let trouwens niet op mijn gezicht. Ik ben enorm aan het vervellen ofzo. Dus ik val half uit elkaar. Ik weet niet hoe het komt. Vandaar dat mijn baard er ook af is. Want ik moest een beetje zalf erop smeren. Maar het is, ik weet niet. Ik ben uit elkaar aan het vallen. Kan gewoon. Maar in ieder geval, we gaan deze oude game gaan we dus opnieuw spelen. En ik dacht, weet je wat, we gaan er gewoon een soort van nuslokje van maken ofzo. De derde gym wordt heel lastig, maar we gaan gewoon kijken of we deze game kunnen uitspelen in een Nuzlocke vormpje. Dus Nuzlocke is natuurlijk dat wanneer jouw Pokémon sterft, is die echt dood. Ziet er goed uit die nieuwe graphics. Nou, het is ook nog steeds de oude graphics. Het is alleen mogelijk om deze game nu te spelen op de Nintendo 3DS in plaats van alleen maar via emulators en zo. En daarom dacht ik, weet je wat, ik ga deze gewoon spelen. Als jullie dit nu aan het kijken zijn en jullie denken, wauw, deze is vet. Ik heb nog een downloadcode. Dus als jij een Nintendo 3DS hebt, dan kan ik die wellicht naar je opsturen. En dan kan jij ook dit spelletje gaan spelen. Nou, wie wil dat nou niet? Ik bedoel, hallo, het is Pokémon. Het is de oude Pokémon. Hallo, hallo, dat wil je toch spelen? Een game uit het jaar 2000, dat wil toch iedereen? 17 jaar geleden speelde ik dit als klein jongetje. En ik ga hem gewoon weer spelen. Ik heb er super veel zin in. Dus zullen we maar gewoon beginnen anders? Hè? Huh? Zullen we dat gewoon doen? Staat trouwens de muziek te hard, te zacht, te... weet ik veel. Laat me dat dan ook wel even weten. Wij gaan gewoon in ieder geval beginnen. En we zien het allemaal wel. Dus ik ga gewoon hier zo naar nieuw game. Ik weet trouwens ook niet of vorige keer deden we een Pokémon livestreampje. En het beeld ging van links naar rechts alle kanten op. Laten we hopen dat het beeld gewoon hier mooi in het midden blijft staan. Je weet het niet. We laten ons verrassen. Wie weet dat het beeld wel weer van links naar rechts gaat verspringen. Eens even kijken. Iemand wordt wakker. You woke me up. Will you check the clock for me? What time is it? Het is vandaag overdag. En het is 5 uur overdag. Ja. Het is 5 uur overdag. Of is het... Nee, het is niet 's nachts. Het is 5 uur in de morning. Nee, het is 5 uur overdag. Daar gaat hij. Het is 5 uur overdag. 5:10, maar laten we gewoon 5 uur doen om het makkelijk te maken. Hoeveel minuten? Oh, toch minuten. Oké, okay, het is 8 minuten. Jazeker, het is 5:08, dames en heren. Oei, ja, dan heb je je zeker verslapen als je rond dat tijdstip wakker wordt. It's lunchtime. Zou wel komisch zijn. Wat is er, Rivka? Even kijken hoor. Graag, ik heb hem nog liggen, mijn geboortejaar. Maar hoe doe ik die dan op mijn 3DS? Nou, het is dus niet dat je dat spelletje fysiek weer in je DS kan stoppen. Maar je kan hem dus nu in de shop halen. Maar ik heb dus ook nog een downloadcode. Maar je kan hem dus ook voor, volgens mij $9 is het nu, kan je hem in de shop halen. Maar wel vet dat jij hem ook gespeeld hebt trouwens. Even kijken hoor. Dit is Professor Oak natuurlijk. Welcome to the world of Pokémon. My name is Oak, Professor Oak. Please call me Pokémon Professor. Dit is een Meryl, dames en heren. En dit is een van de Pokémon die wij kunnen gaan tegenkomen. Hoorden jullie het trouwens? Ik zei Pokémon en niet Pokémons. Want het meervoud van Pokémon is Pokémon natuurlijk. Oh, €9. Ja, het is allemaal niet zo heel erg veel hoor. Lekker met je R4 illegaal doen, hè? Huh?
met een emulator? Of wat? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Maar ja, dat kan inderdaad ook. Maar ik heb het via Nintendo, via de Legit Way gekregen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het gewoon lekker spelen. Het woord Pokémons is zojuist uitgesproken. Ja, maar dit keer verbeterde ik mezelf. Oké. Okay. Ik hoor amper muziek. Ben ik de enige? Ik zal hem iets harder zetten. Even kijken hoor. Route 1. Even kijken. Hebben we daar een mooie lange versie van? Volgens mij wel. 1 hour of Pokémon Route Music. Nou, dat is toch fantastisch. Laat maar weten of het te hard of te zacht staat. En zodra jullie het beu zijn, natuurlijk ook. Dat zal vrij snel zijn. Wat was je naam, zei je ook alweer. Dit spelletje, heb ik net geklikt dat ik een jongen was? Of kon je in dit spel nog alleen maar een jongen zijn? Ik weet het niet. Onze naam is niet Oscar. Onze naam is natuurlijk Kevin. Kevin is onze naam. Waar is die? Kevin. Zo. Daar is hij hoor. Ben je er klaar voor? Je eigen Pokémon-avontuur is about to unfold. Jazeker wel. Ik ben er zeker wel klaar voor. Laten we gaan. We worden geshrinkt als het goed is. Word maar kleiner. Kijk. Ho, deze graphics, jongens. Mwah. Als kind was dit helemaal het einde. Toen dacht je dat dit episch was. Ik ben al heel... Oh, we hebben niks in de box. Dat is jammer. Ik dacht dat er een potion in zat, maar dat is dus niet zo. Wacht even, ik wil wel hetzelfde route 1, 1 hour, kom op, die is te vinden. Kijk, juist, dit is het muziekje die we zochten jongens. Kevin, jazeker Maurits, ik ben Kevin. Ik kan het niet handelen dat je het helemaal met hoofdletters hebt getypt. Oh Rivka, sorry, oh shit. Oh nee, come along. Daar is die Iris. Hier is die speciaal voor jou. Come along. Ik hoop dat je zo blij bent. Het klinkt Frans, een beetje wel hè. Ik zei het. Iris, inderdaad, je zei het. En daar is die. Professor Elm is naar ons op zoek. Dus daar gaan we natuurlijk eventjes kijken. Oh, we hebben onze tas gekregen. Oh, Poké Gear hebben we gekregen. Daar moeten we iets mee doen, geloof ik. Maar dat ben ik al een tijdje vergeten. Is dit Pokémon muziek? Ja, dit is in de allereerste Pokémon game hoorde je dit muziekje de hele dag door. Echt wel blij. Ja, dit is wel echt blije muziek. Ik ken dit liedje van toen ik klein was. Ja, dan komt het uit Pokémon. Echt alsof je naam steeds wordt geschreeuwd. Come on! Moet je denken dat mensen dachten dat vroeger dit goede graphics waren. Ja, dat is... Maar weet je... Nee, het is geen zondag. Hallo. Het is woensdag vandaag. Ja. Wednesday is it. Yes. Zo hoort hij het ook in zijn eigen wereldje. Zeker. Zeker weten. Jongens, maar wat gezellig dat jullie er zijn. 41 mensen. Die muziek wordt na een tijdje irritant. Dat weet ik ook zeker dat dat gaat gebeuren. Ik heb gevraagd of ze wil uitleggen hoe de telefoon werkt. We hebben gewoon een mobieltje gekregen van onze moeder. Dat is toch ideaal? Goed, we gaan naar buiten. En jongens, kijk nou eens naar deze prachtige stad waar wij in wonen. Dit is toch episch? Dit is toch episch? Wait, come on! Even kijken hoor, dit vrouwtje die... Wat denk je dat je aan het doen bent, zegt ze. Het is gevaarlijk om zomaar zonder Pokémon de wijde wereld in te gaan. Dat mag niet. Oké, nou, dan gaan we hier naar binnen. Dit is namelijk het huis van de professor. En dit wordt onze rivaal. En ik snapte nooit wat die jongen hier aan het doen was, totdat het mijn rivaal werd. Maar jongens, dit wordt echt de klootzak van de game. En hij zegt nu ook, wacht hoor. Zo, dit is de beroemde Professor Elm Pokémon Lab. En dan draait hij zich om en zegt hij... Wat ben je aan het kijken? En dan schopt hij ons gewoon 6 meter de lucht in. Wat een klootzak is dit. Dus we gaan gewoon het dingetje. Oh, dat greenscreen. Oh, sorry. Oh, alle huisjes... Oh, jongens. Dat zie ik nu pas. Daar moeten we wel wat aan doen natuurlijk. Oh, goddammit. Ik zal heel even... Ik zal even wat anders proberen te doen. Wacht. Welke kleur gaan we doen? Ja. Oh, nee. Dit is ook niet goed. Weet je wat, we doen even ik moet even een hele felle kleur gebruiken die denk ik niet in de game zit. En dan moet het wel een beetje opgelost zijn. Ik denk dat een diep paars er niet in zit. Diep paars. Dus dat gaan we even doen. Zoiets? I guess?
Dan blijft er wel een beetje een groen randje omheen zitten. Maar dat is... Hallo? Wat gebeurt er? Oh nee, nou begint het feest, hè jongens. Omdat ik allemaal die greenscreen voor jullie aan het veranderen ben. Nou gaat het helemaal mis. Dit is het moment waar het helemaal op fout gaat. Bedankt hiervoor. Oké, we zijn bij professor Elm. En als het goed is gaat het nu allemaal goed komen hoor, voor de rest van de tijd. Nu is er geen probleem meer. Ja, het gebeurt weer. Rivka, ik zie het. Maar het komt goed, oké? Het komt goed. Stream gaat fout. Nee, nog niet. Nog niet. Maar het is inderdaad wel prachtig, dat groen zo. Ik hoop dat niemand erover gaat vallen die nieuw bij de stream komt. We krijgen een Pokémon van deze meneer. Om op pad te gaan natuurlijk. En wie gaan wij kiezen? Ik wil graag van jullie weten of jullie zouden kiezen voor Cyndaquil. En dat is de vuur-Pokémon. Of dat wij gaan kiezen voor... wie zit hier? Totodile. De water-Pokémon. Daar kunnen wij namelijk ook voor kiezen. Of wij kunnen kiezen voor Chikorita. En Chikorita is de gras-Pokémon. En die ziet er zo uit. En het is allemaal heel mooi zwart-wit en zo. Het is echt fantastisch. Maar ik ben heel erg benieuwd of jullie zouden kiezen voor Cyndaquil, Totodile of Chikorita. De gras, vuur of water Pokémon. De krokodil, roept iemand. De Totodile. Die draak. Oké, volgens mij zegt... Ja, iedereen zegt Totodile. Oké, dat is goed. Ik zie iedereen ook Totodile zeggen. Toto, my bro. Oké, dan gaan we voor Totodile. Is goed. Dan kiezen we voor Totodile. Ja, we nemen de water Pokémon. Hartstikke goed. We hebben Totodile in de pocket, dames en heren. Noem hem Krokobil, please. Ik wilde wel gaan vragen, want ze moeten allemaal een nickname krijgen natuurlijk, wie ik moest gaan kiezen. Maar jullie willen dus dat ik hem Krokobil ga noemen. Krokobil. Dat kan toch niet? Maar ik ga het gewoon doen, voor Rivka. Krokobil. En ja, Rivka, het is allemaal in hoofdletters. Niet in paniek raken nou. Zo, Krokobil. Dat is hem. Of HM-sletten. Geen HM's leren vervolgens. Hey, Maurits. Dat is nooit gebeurd. Of misschien wel. Ik weet het niet meer. Goed. Als je Pokémon gewond is, kun je bij deze healingmachine healen. Nou, dat is goed om te weten. Want het is natuurlijk een Nuzlocke. En anders wordt het een hele snelle aflevering. Ondertussen geeft deze volwassen man, een klein 10-jarig jongetje, zijn telefoonnummer. Ik weet niet wat ik daar allemaal van moet denken. Wat gaat deze man doen? Een potion. Dankjewel. Verdomme, Kevin. Geen hoofdletters. Sorry, je pijnigt mij. Ja, ik weet, ja. Sorry, ik doe toch die hoofdletters, weet je. Goed, nu zijn wij hier. En deze meneer hier in het gras, die gaat dat nu nog niet doen. Maar die gaat ons op een gegeven moment laten zien hoe je Pokémon moet vangen. En dat is heel irritant, want dat duurt altijd heel lang. Maar voor nu mogen we nog doorlopen. Dus ik denk, een goede tactiek voor deze Nuzlocke om te zorgen dat we niet te snel sterven, is om in ieder grasveldje, in ieder geval even, een Pokémon te killen. En dan zijn we denk ik wel een beetje level 8, wanneer we onze eerste tough fight gaan tegenkomen. Totodile, doe jij eens een scratchje dan? Hartstikke goed. Kijk eens dan. En de Purgi doet een tackletje, maar die doet bij ons niet zoveel. Want onze Krokobil, holy shit, dat is me toch even een partij sterke Pokémon. Ik ga Ark spelen met een vriend, dus ik ga. Onze games Twitch, dankjewel voor het langskomen. En veel plezier met Ark spelen. En een ander geeft je een raar drankje. Rare praktijk dit. Ja, het is een vreemd laboratorium. Iemand geeft je een drankje, iemand geeft je zijn telefoonnummer. Het is een beetje apart. In deze game had je trouwens ook nog geen running shoes. Dus je moet hier ook gewoon legit nog alles in dit tempo lopen. Je kan gewoon niet sprinten in deze game. Dat is toch fantastisch dat hier gewoon er nog niet in zat. Even kijken, want volgens mij ligt hier wel wat in het gras. En dat willen we natuurlijk wel even pakken. Ik weet alleen niet meer zeker of het er wel echt lag daar. We hebben hier een Porgy. Oh ja, dat is ook bij een Nuzlocke trouwens. Zometeen als we Pokéballs hebben, mag je alleen de eerste Pokémon vangen die je tegenkomt per route. Dus dan weten jullie dat ook gelijk eventjes. Dat zal dus naar hoge waarschijnlijkheid een Purgi zijn. Als we al kijken naar hoe vaak we hem hier zo aan het tegenkomen zijn. Maar
We zijn wel lekker aan het trainen. Kijk eens even. Bijna leveltje 6 al, jongens. Echt fantastisch, fantastisch. Echt moeilijk typen. Of de speedknop van je emulator. Oh, jongens, ik gebruik toch geen emulator? Dit is gewoon legit op de Nintendo DS. Dus dit is niet op de emulator. We hebben nog een drankje gevonden in het bos. Hoe schadelijk kan het zijn? Jongens, als je ooit gewoon een flesje met vloeibaar spul in een bos tegenkomt, gewoon meenemen. Gewoon meenemen. Dat is een tip van Kevin. Kijk, weer een Purgy. Dus ik ga ervan uit. Man, dat nummer is zo irritant. Oké, ik zet wel wat anders op voor jullie. Ik zet wat anders op. Maar wat dan, jongens? Het moet wel een beetje in Pokémon-sfeer blijven, natuurlijk. Oké, wacht. Pokémon, Johto, music. We gaan gewoon kijken. Orchestra. Iets in die richting. Dan hebben ze meestal een hele afspeellijst. Komt helemaal goed. Eens even kijken. Ja, hier. Een hele afspeellijst van... bijna 45 nummers in orchestra van deze game. Dat gaat helemaal goed komen. Ik hoor nog niks. Hallo? Oh, er speelt wel wat af. Als het niet te horen is of te zacht, dan hoor ik het wel. Nee, die van de nieuwste. Nee, we moeten natuurlijk wel een beetje in stijl blijven natuurlijk, hè. Ondertussen stijgt mijn toilet even op, jongens. Let daar niet op. Dat is gewoon een heel hard geluid. Maar we leven allemaal nog. Geen paniek. Pokémon Go parodie, Kevin. Ja, zal ik die gewoon op repeat aanzetten? Nee, laten we dat niet doen. Goed, onze Krokobil is level 6 geworden. Wij gaan ondertussen richting het volgende dorpje. Nu ben ik helemaal uit mijn ritme. Oh, sorry Iris, sorry. En aan je huisdieren geven dat drankje. Ja, precies, dat kan gewoon. Gewoon aan je huisdieren geven. Drankjes die je in het bos vindt. Het kan gewoon, doen. Ondertussen blijven we gewoon eventjes pitchies krabben in het bos. Gewoon vogels krabben. Staat het te hard trouwens? Ik hoor hem best wel hard, de muziek namelijk. Maar dat moeten jullie even zelf aangeven natuurlijk. Nou, dit trainen gaat op zich best lekker hoor mensen. We lopen gewoon heel even verder. Zometeen hebben we hier ook een huisje. Daar kun je Judoots tegenkomen. Dat zou... Nee, best wel zacht. Echt? Nou, dan moet ik hem gewoon voor mezelf wat zachter draaien. Is wel goed. Oké. Nou, dan draai ik hem gewoon voor mezelf wat zachter. Nee, is wel goed zo. Oké, nou, sorry Helene, het is goed zo, hoor ik. We kunnen dus hier zo een Judoot tegenkomen. Maar die kans is heel klein, maar we gaan het gewoon proberen zo meteen. Voor nu gaan we gewoon nog even het grasveldje af, totdat we op onze bestemming zijn. Oh, en hier... Oh, eerst nog een Pokémon verslaan. Maar zo meteen heb je ook berries. En met die berries, of die apricorns die je kan vinden, kun je uiteindelijk Pokéballs maken. Dat gaat gewoon een mannetje voor ons doen in deze game. En ik ben zo hyped om deze game te spelen. Weet je waarom? Ik heb dus een keer een gesprek met Lars gehad over de... Hé, wat is dit? Wat zijn dit voor hacks? Ik heb een berry gebruikt. Oké. Blijkbaar had ik die. Oké. Maar ik heb dus een keer een gesprek gehad met Lars van Vaco Games. Of Vaco Nov. En die vertelde mij dus... Ja, en zo chill in deze game. Dat als je hem hebt uitgespeeld... Dan kan je dus nog helemaal terug naar de allereerste games. Rood en blauw. Kan je die ook nog helemaal uitspelen? Nooit geweten. Ik heb gewoon deze game uitgespeeld. Deze wereld. En toen stopte ik ermee. Dus ik heb gewoon een heel stuk jeugd gemist. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Dus ik ben zo hyped dat ik gewoon deze game helemaal uit kan gaan spelen. We zijn in het volgende dorpje. Wat handig is om even een kaart te krijgen. Om zeg maar te weten waar we zijn of waar we heen moeten. Dus wat we gaan doen, we gaan gewoon even met deze opa praten. En dan zegt hij, hallo, ik ga je even meenemen. Dus dan zeggen we, ja is goed joh, neem ons maar mee. We gaan gewoon met een vreemde oude man mee. En dan krijgen we een rondleiding door dit dorpje. Druk gewoon op aan, want het boeit ons allemaal niet. We weten wat een Pokécenter is. We weten wat een Pokémarkt is. Dus dat komt allemaal wel goed. Het is voornamelijk gewoon dat hij ons een map geeft. Daarvoor doen we dit. Zijn er kippen-Pokémon? Is er een kip-Pokémon? Not sure though. Je hebt Torchic. Torchic is op zich wel een kip-Pokémon.
Ja. Ja, Torchic. Nooit met vreemde oude mensen meegaan, jongens. Nee, dat moet je echt legit niet doen. Hier, een mapcard. Dankjewel, meneer. Bedankt. Nou, Harry, bedankt. Nou, we gaan even naar het Pokécenter. Onze Crocodile healen. En dan gaan wij verder naar boven. Want we moeten natuurlijk wel een beetje in het verhaal komen, dames en heren. We moeten natuurlijk wel een beetje tempo maken. Dus dat gaan we dan ook doen. Hey, Kelvin feels good, man. Kelvin? Kelvin, je scherm doet weer gek. Wat dan? Wat is er nou weer aan de hand? God! Daar heb ik een paarse kleur gekozen. En in deze game hebben ze roze dakjes. En die roze dakjes zijn nou weer niet te zien. Oh. Welke kleur zit er niet in deze game? Groen ging niet. Blauw ging niet. Paars gaat niet. Felrood. Zit dat in de game? Ja, in de petjes en in Pokémon natuurlijk. Oh, jongens. Jongens. Weet je wat? Is het überhaupt nodig? Nee, het is helemaal niet nodig. Wacht. Chroma Key uit. Zo. Mag gewoon uit. En let op, dan doe ik gewoon zo. Oh. Oh! Dit was niet helemaal de bedoeling. Wederom gaat mijn schermpje helemaal naar de tering nu. Een moment alsjeblieft, dames en heren. Heb een momentje. Let op, hè. Oh. Oh. Kijk. Nergens meer last van. Vanaf nu, alles in de game gewoon zichtbaar. Super. Helemaal niks meer aan doen zo. Want dat greenscreen doe ik normaal als ik een 3DS game speel. Om te zorgen dat je alle twee die schermpjes kan zien, zeg maar. Maar in deze game heb je natuurlijk maar één schermpje. Dus een fucking YOLO eigenlijk. Hebben wij geld? Kunnen wij potions kopen eigenlijk? Hallo? Ik wil geld. Ik heb geld. Maar ik wil een potion kopen. Doe maar 5. Dan hebben we er nog 1500 over. Ik weet niet wat dit kind doet met $3000 op zak. Maar whatever. Pro streamer, je weet zelf. Je weet zelf. Chroma Key, feels good, man. Ja, zeker wel. Maar het is niet nodig. Die reclame zie je ook nooit meer. Nou, Hardy, bedankt. Nee, klopt. Die reclame zie je niet heel veel meer. Ja, ik wil ook wel eens wat. Wat ben jij een topfan? Dankjewel, jongens. Dankjewel. Dit is kunst. Ah, ik ben zo blij met jullie reacties. Jullie zijn allemaal zo positief en blij. Wat zouden we hier kunnen tegenkomen? De eerste Pokémon die we tegenkomen, die zouden we in theorie, als we Pokéballs hadden, mogen vangen. Laten we raden. Het is een Purgy. Oh, een Weedle. Nou, in deze game zouden we dus een Weedle kunnen vangen. Maar dat weten we pas als we zometeen Pokéballs hebben. Voor nu is het gewoon een goed moment om te trainen. En daarvoor gaan we deze Weedle even aanvallen. Hij doet zijn stringshot. Dan schiet hij strings naar je. Goed, hij is neer. We zijn leveltje 7. Hartstikke fijn. Hartstikke lekker. En leren we ook nog wat? Ik denk het niet. Oh jawel. Nou, Rage. Hij heeft Rage geleerd. Dat is toch fantastisch. Echt een Pokémon naar mijn hart. Hey, BananaGamers22. Dankjewel voor je follow. Thanks voor je support. En veel plezier bij dit streampie. Yay, happy world, be happy. Je weet zelf. Oh, kijk. Kakuna hadden we ook gewoon gelijk kunnen tegenkomen. Maar ik denk wel dat ik vanaf een Weedle wil trainen. In plaats van gelijk een Kakuna. Laten we gelijk onze aanval Rage even uittesten. Dan begin je schijnbaar helemaal rood te flikkeren. En dan doe je een aanval. Hij doet niet echt damage. Maar volgens mij blijven we hem nu doen. Zonder dat ik een andere aanval mag kiezen. Ik weet het niet zeker. Oh nee. Nou, dan vind ik Rage niet zo'n geweldige aanval. Als ik zie wat Scratch ook kan doen. Pinky dropt schaamteloos een dab in 2017 en Maurits drinkt een slokje van die danswater. Nice. Thanks, bro. No problem, Banana Gamers. No problem. Kan deze Kakuna alsjeblieft even sterven? We moeten weer verder. Klaas-Jan Algra, dankjewel. Wacht. Zeg ik het goed? Ja, Klaas-Jan Algra. Denk ik. Dankjewel voor je follow, thanks voor je support en veel plezier bij dit streampie. Wij gaan gezellig met z'n allen Pokémon spelen met 41 mensen. Wat is dit chill.
punten. Ja, punten, dat is hier niet helemaal. Ik ben geen pro-streamer, jongens. Het spijt me. Ik weet dat iedereen nu denkt, what the fuck. Maar ik ben gewoon... Jammer, werkt niet. Feels bad. Ja, weet ik. Misschien moet ik dat een keer gaan instellen, dat ik dat ook kan. Kevin, heb je al kinderpostzegels? Big Ape, ik heb nog geen kinderpostzegels, nee. Ze zijn, moet ik zeggen, ook nog niet geweest. Een follow. Nou, ben je überhaupt gefollowed? Sowieso niet, want nu zegt hij, oh wacht. Werkt ook niet. Huh? Werkt unfollowen niet? Hoe dan? Kan je niet unfollowen? Welke Pokémon? Huh? Dit is Krokobil, oftewel Totodile. We zijn level 8 geworden. Dat is op zich nice. Ik dacht dat ik tot level 8 wilde komen voor ons gevecht met onze rivaal. Maar het lijkt erop dat we misschien zelfs level 10 kunnen gaan worden. Follow age. Nee, jongens. Wacht, er is een lijstje met commands. Dan zie je welke commands wel werken. Kan iemand die sturen? Ik volg je sinds 30 november. Denk je dat ik iemand ga ontvolgen? Kjeld, ik ben zo blij dat je blijft. Dankjewel. De bot commands, kijk, daar zijn gewoon de commands. Wat nice, dankjewel. Dankjewel, Pinky. Oh, de follow time. Follow time is het, sorry. Follow age werkt niet inderdaad, follow time. Kijk, je had gewoon sinds 30 november, je had het gewoon goed ook. 30 november 2016. Kijk eens, daar hebben we professor ook in de hoek staan. Bij zijn computers. Zie je al die draden daar over de vloer lopen? Dat is schijnbaar normaal in deze Pokémon-wereld. Dat je zeg maar de vloer openbreekt en alle draden open en bloot laat liggen. Ik weet niet waarom dat is, maar dat is zo. Iris is er sinds 5 mei 2016. Desthoek, dankjewel voor je follow. Thanks voor je support en veel plezier bij dit streampie. Een gevecht is gaande. De vechtmuziek. Pam, 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 pam. Volgens mij moeten wij wat terug gaan brengen naar professor Elm. En volgens mij krijgen wij een ei of iets. Ik weet het niet zeker. We krijgen in ieder geval de Pokédex. Daar ligt die. Haha. Zien jullie het? Daar. En ik heb ook alle Kanto badges gehaald, jongens. Ik ben een echte Pokémon meester. Goed, even kijken. Volgens mij krijgen we een ei. Ik weet het niet zeker, though. I'm counting on you. Hier. Oh, onze Pokémon worden geheeld. Nice. Dankjewel. I'm depending on you. Ja, dat is goed. Maar heb... Oh nee, ik heb dat ei nog niet. Oké. Okay. We hebben alleen Krokobil. Ik dacht dat we een ei kregen. Maar misschien dat we die zo meteen van Professor Elm krijgen. Maar hij gaat ons nu bellen met dat hij overvallen is. Hello, Kevin. It's a disaster. It's just terrible. What should I do? Oh, no. Please get back here now. En hij hangt op. Ik weet niet waarom deze man... ik weet al dat hij overvallen is. Maar ik weet niet waarom deze man na een overval een 10-jarig jongetje belt. Met de vraag, kom me alsjeblieft helpen. Maar ik vertrouw het niet. Goed, we hebben hier nog een berry. Dus die gaan we natuurlijk even meenemen. Dank u. En dan gaan wij als de wiede weerga terug. Want wij moeten tegen onze rivaal gaan vechten. Die onze lieftallige professor heeft overvallen. Wat natuurlijk gewoon niet normaal is, hè. Pokémon Master. Ja toch. Wat een mooie achtergrond heb je voor al je was. Dankjewel. Dankjewel. De was moet ook gewoon gedaan worden, Robin. Daar kom je gewoon niet onderuit af en toe. En ik heb gewoon niet heel veel plekken waar ik dat kan neerzetten. Ik snap echt helemaal niets van natuurkunde. Oh, ik ook eigenlijk niet. Dus misschien iemand anders hier in de chat die jou gewoon kan helpen hiermee. Wie weet. Jongens, ik zie trouwens dat we best wel dichtbij de 4000 volgers zitten. Nog gewoon minder dan 40 te gaan. Dit zit alweer op de 4000, holy shit. Wat een zielig muziekje. Ja, ik weet ook niet wat het is. Dit is het muziekje van een stad in ieder geval. Van Cherry Grove. Cherry Grove City. Komt zo meteen wel een wat blijer muziekje, denk ik. Dat weet ik maar al te goed, Kevin Dooms. Ik geef alleen een complimentje. Dankjewel, Robin. Dat is heel erg lief van jou. Welk onderwerp, Iris? Oh, Elena gaat jou helpen. Snelheid en zo. Hmm.
Is dat niet gewoon wiskunde? Als een auto 15 km per uur rijdt en hij moet 16 km rijden, hoe lang doet hij er dan alweer? Dat is toch geen natuurkunde? Dat krijg je toch bij wiskunde? Of niet? I don't know. Als je zo'n ei uitbroedt, moet je hem fipronil noemen. Hoezo? Een ei met fipronil of zo. Nice. Huh? Ik snap het niet, jongens. Kevin, stop gewoon. Elena, sorry. Please, wiskunde, ik word er misselijk van. Ja, dat gevoel ken ik. Dat gevoel ken ik maar al te goed. Nee, andere snelheid, moeilijker. Oh, oké. Okay. Poison sting. We zijn nog niet gepoisoned, dus dat is fijn. Want anders gingen we langzaam sterven, denk ik. Jongens, ik vind het wel gezellig dat we gewoon met 22. Pff, hallo. 45 zelfs. Mensen gezellig Pokémon aan het spelen zijn. Welkom allemaal. Gezelligheid. Bedankt dat jullie er zijn. We blijven Weedle achter Weedle tegenkomen, maar... hoe lang ga je nog live eigenlijk? Ik zat te denken aan een uurtje of 7, zoiets. Denk ik. Ja. Gewoon lekker 2 uurtjes. Van 5 tot 7. Kan ons het schelen. Toch? Nu ben ik wel poisoned. Dat betekent dat we zometeen snel naar een Pokécenter moeten. Want anders is deze serie heel snel klaar. Als Nuzlocke. Dat betekent dat als deze Pokémon over 20 pzend doodgaat... Correctie. 22 pzend doodgaat. Dat, zie je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zo. Dan zou de serie klaar zijn, hè? Dat knipperen is iedere keer dat er een helft afgaat bij je Pokémon. Dat is niet fijn, hoor. 7 uur live, nee, tot. Jij bent toch owner van die site met subs? Nee, dat is een vriend van mij die wel op ons YouTube kanaal ook uploadt en zo. Maar ik ben niet de owner. Nee, dat is een vriend van mij. De jongen met die baard is dat. Maar inderdaad, komt vanaf onze kant, Bart. Oh, dan ben ik straks wel weer terug. Robin is goed hoor. Eet smakelijk. Ik neem aan dat je gaat eten. 7 uur live. Kjeld! Stil nou. Stil. Nee. Zo werkt het niet. Is onze Pokémon geheeld? Ja. Dan ben ik zelfverzekerd genoeg om onze rivaal te bevechten. Daar komt hij. Gaat hij ons weer uit de weg duwen of niet? Even kijken. Maar even serieus hè. Deze guy is onze rivaal. Maar kijk één keer hoe hij eruit ziet. Ik zweer het. Holy shit. Dit was mode in het jaar 2000 hè. Lang... Rood haar. Ja, ik snap het ook niet. Kijk, onze outfit. Nog een beetje met een petje en zo. Dat snap ik nog. Maar die jongen. Nee hoor. Nee hoor. Zit op een vervolgopleiding. Ga je geen 7 uur live dan? Nee. Tot 7 uur. Tot. Is het een vrouw? Nee, volgens mij is het een man hoor. Het is een man. Ik ben een goede kijker, maar ja... ik ben een goede kijker, maak je maar geen zorgen. Is goed, Kjeld. Is goed, dankjewel. Ik maak mij nu geen zorgen meer. Ik maakte me net heel veel zorgen. Ah, we gaan deze Chikorita gewoon helemaal afmaken en dan worden we level 10, hoop ik. Ik hoop dat we instant level 10 zijn. Eens even kijken. Is hij al dood? Oh, nog eentje. Nog één klappie. Flie, fla, flappie, klappie, klappie, klap. Chikorita is dood. Maar je zorgt maar dat je 7 uur live bent. Not today. Not today. Noem dat gassie zo. Tuig. Moet ik hem Tuig noemen? Is dat een goede naam voor onze rivaal? Tuig? Ik kan hem ook Ivar noemen, omdat hij er een beetje heel niet modieus uitziet en zo. Dat kunnen we ook doen. Hoor je weer, mijn vriend? Ik denk het niet. Wat zei je? 24 uur live? Nee, jongens. Wow, hij rent er vandoor. Zagen jullie dat? Zo meteen moeten we namelijk de naam doorgeven bij de professor en de politieagent. Maar, ja, hoe moeten we hem noemen? Ik weet het gewoon niet. Zullen we Ivar meenemen met shoppen?
Nou, ik denk dat jullie dat best kunnen doen. Is leuk voor de video, Ivar. Shoppen met kijkers. Whatever, zegt hij. Whatever. Het is ook geen nee. Hij zegt geen ja, maar ook geen nee. Noem hem gewoon Rivka, want ik dacht dat je hem altijd zo haatte. Ja, dat is eigenlijk wel waar, Rivka. Dat is eigenlijk wel waar. Maar ja, of ik jou die attention moet geven, dat je in dit spelletje zit, dat weet ik dan nog net zo niet. Of ik dat moet gaan doen. We gaan gewoon heel even hier zo voorbij. Zonder dat... Oh, zonder dat we in al die veldjes gaan. Yep. En dan gaan wij onze eerste pokeballs krijgen. En dan kan het avontuur echt beginnen, dames en heren. Het kan echt beginnen. Dus we gaan hierheen. En hier is dan de politie. Kijk, politieagent. Oh nee, een Pokémon is gestolen van de professor. Nou, de muziek is wel lekker opzwepend. Dat joch is tuigen, je moet het beestje bij zijn naam noemen. Oh, is dat zo? Er is een kans. Huh? Yes, we hebben een kans. Dat klinkt als een leuk idee. Ja, ja, vind ik ook. Ik zeg gewoon doen hoor. Nou, eigenlijk graag wel. Kan je even hi zeggen tegen Ivar voor me? Ivar die komt zo meteen wel even hoi zeggen. Ivar komt zo meteen even hoi zeggen. Even, de rivaal's naam. Ja, ik kan hem eigenlijk niet Ivar noemen, want deze rivaal heeft ook gewoon best wel een volle bos haar op zijn hoofd. Dus het kan eigenlijk Ivar niet zijn. Arjen Lubach. Ik ga hem gewoon Arjen noemen. Hoezo is Arjen mijn rivaal trouwens? Zal ik hem gewoon om Rivka te pesten? Zo. Arjan. Arjan heet hij. Arjan. Dat vindt Rivka echt leuk. Helene ook trouwens. Dit vinden ze echt leuk. Ah. Hey, professor Elm. Ik heb je geholpen. Ik heb de politie de naam gegeven. En nou wil ik dat mystery ei van jou. Een ei, ja. Ik heb het ei gekregen. Huh? Had ik het ei al? Ik snap het niet. Hoofdletters. Dood. Gewoon sterven. Nou ja, jongens. Doe nou eens even normaal, joh. Wat is dit voor taalgebruik? Noem het ei fipronil. Ja, maar hij is nog niet uitgekomen. Ik kan het pas een naam geven als het ei uitkomt. En dat gebeurt pas rond de derde gym een beetje. Dus ja. Mazzel. Ik hoorde een harde blaf. Before you leave, make sure you talk to your mom. Oké, is goed. Oh, deze man gaat mij weer zijn ballen geven, geloof ik. Dankjewel, ik krijg zijn ballen. Pardon, doe normaal! Hoorden jullie het, boef? Ja, hè? Het was best wel hard. Goed, we hebben onze pokeballen. Dus wij gaan... Dus wij gaan op pad. We moeten eerst nog heel even met onze moeder praten, want anders ging ze huilen blijkbaar. Dus we gaan nog wel even professor Elms raad opvolgen. Hoi mam, ik ga er vandoor. Ik ga de wijde wereld in. Ja, ik ga weg. Oké, doei. Wat kan ik voor je doen? I know. Ik ga je geld sparen. Geld is belangrijk. Wil je dat ik je geld spaar? Nee. Ik wil mijn geld zelf bijhouden. Wegwezen, mam. Je mag mijn geld niet sparen. Goed. Here we go. Een nieuw avontuur. Pokeballen. We hebben onze Pokémon. We hebben onze fipronil ei ergens. Waar, hè? Waar is het ei? Waar is die dan? Ik zie geen ei hoor. Moet ik nu nog naar hem toe voor een ei? Wat is dit voor muziek? Dat is beter. Nou, geef mij dat ei. Oh, oké. Nou, dat ei heeft hij nog, ofzo. Whatever. Wat heeft je moeder nou op haar hoofd? Dat is een mooie haarbandstrik ding, denk ik. Wat ben je daar nou mee met extra ballen? Ja, extra ballen zijn nodig, zodat je die naar beestjes kan gooien. Oh, nou, kijk, nu komt die vent. Deze meneer gaat ons laten zien hoe je Pokémon moet vangen. Would you like me to show you how to catch Pokémon? Nee. Oké, fine then. Oké, nou hij laat het gelukkig niet zien. Ik heb gewoon nee gezegd. De allereerste Pokémon die wij hier tegenkomen wordt onze eerste partner.
En dat was niet in dit grasveld. Ik ben voornamelijk ook benieuwd of... of dit een andere route is. Of dat dit gezien wordt als één route. Als we hier doorheen gaan. Dit is namelijk route... 46. En volgens mij is dit dan een andere route dan waar we net waren. Dus ik mag hier een Pokémon vangen. Laten we alsjeblieft hopen dat hier de Geodude tegengekomen wordt. Dan hebben we al een water- en een steen-Pokémon. Dat is een goed begin. Ja! Holy shit, jongens. We komen gewoon de Geodude tegen. Van level 2 weliswaar. Dus het is poep slecht. Maar it's something. We gaan hem scratchen. En zodra die wat health naar beneden heeft... gaan wij onze Geodude vangen. Dat wordt onze homie. Het kan nu denk ik wel trouwens al, want hij is level 2. Daar kan ik echt wel een pokeballetje naar gooien. Here we go. Wordt Geodude onze eerste partner? Ik denk het wel. Ivar komt gewoon geen hooi zeggen. Hij haat jullie jongens. Oh, hij komt zo, zegt hij. Noem hem Ivar. Geodude. Moet Geodude Ivar heten? Noem hem Henk. Noem hem Raphael. Jongens, zoveel... Niet verder met je Nuzlocke. Want Sapphire bedoel ik. Nee, ik wilde eerst deze afmaken. Eerst Silver. Deze ga ik wel echt uitspelen. En daarna wil ik verder naar de andere games. Een nickname voor Geodude, zeker weten. Maar noem hem Ivar. Noem hem Kut Ivar. Hij lijkt op Raphael. Nee, Machop lijkt meer op Raphael, toch? Wat is dit iedere keer voor... Wat is dit allemaal voor rare troep? Oké. Okay. Ivar, wil jij naar een Pokémon vernoemd worden in deze game? Ja. Oké, dan word jij een Geodude. Oh ja, dat is echt fijn. Ja, toch? Echt wel. Zo, jij bent Geodude vanaf nu. Hallo allemaal. Hallo kindertjes. Rivka is er, Elena is er, Iris is er, en Arla is er, en Maurits is er, en Game in the Pay is er ook, en Manuel is er ook. Wat een drukte zeg. 47 kijkers. Nou, welkom, bienvenue, welkom. Maso. Maso, kom eens daar. Kom eens kijken daar. Kom eens daar. Maso, kom eens hoog. Kom eens hoog. Hallo. Daar is die. Oh. Ah, en ze is weer weg. Ik heb een pokeball gegooid en toen is ze weggegaan. Goed, we hebben de Geodude gevangen. We hebben Ivar gevangen. En Ivar is zo sterk. We gaan nu natuurlijk even in, op deze route. Dit is namelijk een andere route. Gaan wij nog een Pokémon vangen? Want dit is toch een andere route? Wacht even hoor. Pokégear. Hier hebben we de map. En... Oh! Wat gebeurt hier? Even kijken hoor. Route 29 lopen we nu op. En die andere was een andere route. Je kan hier de chat lezen. Ja, kijk. Dus Raphael lijkt meer op Machop. Nee, Raphael lijkt meer op Machop. Ja, maar dan ben ik toch eerder een Slowpoke of een Snorlax. Psyduck. Psy! Ja. Maar goed, die heb ik nog niet, Ivar. Oh, okay. Ik moest wel iets anders doen. Dan maar de Geodude. Jee, Ivar is er. Nu ben ik pas echt blij. Oké. Okay. Ha! Hey, je hoeft hier alleen maar te zitten. En jij doet hartstikke je best en dan ben je blij. Ja, ik snap er ook niet niks van. Maar je hebt zo heel erg leuke badges op neergezet. En dat is een pokeball. Dat is toch mooi? Dank u wel. De was ook en zo. Ja, ik weet het. Ach ja. Gavin's onderboeken. Zorro wil gepermaband worden van deze livestream. Maar waarom? Permaband, dat klinkt echt als zeg maar een soort van maatverband voor altijd. Nu, permaband. Maar waarom? Nooit meer lekker. Waarom wil hij dat? Oh yes, een purgy! Maar ja, we moeten hem vangen jongens, want dat is de Nuzlocke. Je mag alleen de eerste Pokémon vangen die je tegenkomt. Dus dat gaan we dan maar doen. Ja, Bill is een krokodil. Ja? Dan moest van Rivka. Oh, je kan daadwerkelijk echt de naam veranderen. Van je eigen Pokémon man in. Dus als ik een andere Totodaal tegenkom, dan is het wel gewoon een Totodaal. Oké. Okay. Saai, ai, ai.
alsjeblieft, permaban me. Zo cringe. Nou, wie zegt dat? Ja, Zorroman 30. Zorroman 30, dat betekent dus dat er eerst 29 andere Zorro's zijn geweest. Jongens. Hij is 30ste in de lijn van Zorro. Ivar, hoe zou jij een Pidgey noemen? Ik maak me echt zorgen. Hoe zou ik een Pidgey noemen? Megabird! Digivolves to... Mega Ultra Bird. Nee, is goed. Megabird heet hij. Megabird. Is goed, Ivar. Je was toch al begonnen met de Nuzlocke van Sapphire? Dat klopt. We gaan nu eerst deze doen en dan gaan wij verder met de andere games. Zo gaat het bij Kix Games. Je begint ergens aan en je maakt het gewoon niet af. Hey. Wou je wat zeggen met je Super Mario 64? Ik heb heel veel hype gegeven. Dat is waar. Ik heb hier eerst niet zelf. Dat is waar. Zapdos, ja, hij heet nu al Megabird, omdat Ivor dat wilde, ja, sorry. Ja, maar Zapdos is een andere Pokémon, dus dat ik niet van. Had hem Kutkip genoemd, of Meeuw. Maar die zijn helemaal niet leuk. Oh, Meeuw is ook. We gaan eventjes Ivar trainen, jongens. Want Ivar is maar level 2. Nou, we gaan wel trainen. Ja, zeker. Je bent maar level 2. Maar we komen hier op een nieuwe route. En op deze nieuwe route kunnen we wederom... Dus een nieuwe Pokémon vangen. Want op iedere route mag je de eerste Pokémon vangen die je tegenkomt. We gaan eerst wat Pokéballs erbij kopen. Ja, laten we er maar 5 halen. En gaan we ook nog een potion erbij halen? Nee, dat gaan we nog niet doen. Een potion? Een potion. Van Snape? Ja. Snape heeft die gebrouwen. Hij is Potion Master. Dus wij gaan hier zo kijken welke Pokémon we gaan vangen, jongens. Je kan hier af en toe dus ook een Wooper tegenkomen. Dus, maar we hebben al een water-Pokémon, dus willen we een tweede. Kakuna! We komen gewoon een Kakuna tegen. Van level 4, dus dat wordt de... Go, Ivar! Dat wordt de Pokémon die wij gaan vangen. Met een ronde bal met armen, wat dat betreft is het toch wel een beetje accuraat. Jongens, bedenken jullie alvast in de chat een naampje voor Kakuna. Want, ja, hè? Die moeten we zo meteen weer een naam gaan geven, uiteraard. Hoe we die gaan trainen, weet ik niet, want Kakuna kan alleen maar harden. 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 He's playing hard again, I guess. Ja, maar dat doet ook geen damage, dus hoe ik die ga trainen, ik heb geen idee. Inzetten en weer terugroepen of zo. Maar dat komt wel goed. Kevin, wanneer is er weer een Kicks meeting? Nou, nooit als je blijft vragen! Je hoort het. Kevin heeft het al helemaal gepland. Er komt een fanfare, een balbak en een springkussen. En daar mag alleen ik op. Oh. Tenzij zijn je betaald. Tenzij zijn je betaald. Ja. Rivka zegt dat Kakuna stijven moet heten. Ah. Omdat hij steeds harder wordt. Zeker iemand in de puberteit. Ik denk het. Noem hem gewoon Olivier. Olivier? Olivier. Nou, ik ga wel heel even de antwoorden afwachten van meer mensen. Joe, ik moet nu echt gaan. Ciao, Maurits, dank je wel dat je erbij was. En, dag, en tot de volgende keer. Nee, ik doe een aan Maurits. Omdat hij weg ging bij het gevecht. Gaan we Maurits noemen, ja? En toen Maurits. En... Dat kan bijna niet passen, denk ik. Volgens mij past dat niet. Ben je moe of zo? Heb je geslapen? Ja, ik ook. Ja. We gaan Kakuna vangen in ieder geval. Petortje, zegt iemand. Petortje. Petortje. Nou, Kakuna, ga nou eens even in die pokeball alsjeblieft. Ik heb je al verzwakt. Dan moet ik je ook kunnen vangen nu hoor. Daar gaat hij. En blijven zitten nou hoor. In die bal. Zo. Nou! M to the Aurits toch? M to the Aurits. Dit is niet normaal. Marcelo! Yo Kevin! Hallo daar, welkom bij de stream. Leuk dat je erbij bent. Ja, leuk. Welkom. Klaas-Jan wil dat we hem Lisa gaan noemen. Of haar Lisa gaan noemen. Het is wel een vrouwtje, Kakuna. Kijk. Het is een vrouwtjes-Kakuna. Dus eigenlijk moeten we... Gewoon Astrid. Astrid. Astrid Desiree of...
Pieternella. Pieternella? Pieternella. Is dat een vrouwennaam? Dat is daadwerkelijk een vrouw. Pieternella? Ja. Wel, het is een vrouwennaam. Ik weet het, noem ik Tanja. Tanja. Take to the Anja. Kan niet hoor. Wil je thee op Anja? Wil je thee op Anja? Petoretina, zegt iemand. Nou, geniaal. Rivka zegt of José. Nee, dat doe je zelf een popcornetje niet aan. We hebben hem wel gevangen. De Kakuna. Ik vond die, wat staat er nou? De Petro nog op. Petoretina. Petoretina, bitje. Ik denk niet dat dat past, maar we gaan het proberen. Petoretin. Zie je? Alleen die A gaat niet. Of we moeten petoretin. Zeg maar één R weg. Petoretin. Petoretin, ik kies jou. Petoretin. Mega Bird. Ik had Ivor nooit moeten uitnodigen hier. Fred. Dat is ook een leuk naam. Staat Fred. We hebben natuurlijk nu wel onze, hè? Hoe zeg je dat? Dat heeft hij wel gedaan. We hebben een Pokémon gevangen op deze route, dus we mogen geen andere Pokémon vangen. Dus het is wel een goed moment om hier nog heel eventjes onze Geodude te trainen. Ik bedoel Ivar, want die is maar level 2. Die is niet maar zo heel hoog. Maar het is niet level 1, ik kijk van de Pokémon. Ja, dat mag. Dus elk level is goed. Ik weet niet of je het gewoon gedaan. Maar hard weg naar de top. Dat zeker. Maar je bent wel van steen, dus ik denk zomaar dat je dit wel eens kan gaan winnen. En dan ben je wat leveltjes hoger en dan durf ik je wel mee te nemen naar een trainer. Die hebben over het algemeen betere Pokémon. Ben jij iemand die Pokémons zegt of Pokémon? Pokémon, Pokémon. Hartstikke goed. Ik ben trots op jou. Hartstikke goed. Pokémon weet ik niet. De het is wel waar. Ik word aangestaard door een hondje. Oh, Maso! Hallo! Kom eens hoog, Dan. Kom eens hoog. Hoog. Hallo! Oh, oh. Als hij gewoon bij komt, dan zien ze hem. Maso. Over mijn badges heen. Oh nee. Af. Of hier. Nee, of hier. Totaal vrijwillig. Inderdaad. Jullie zagen het, hè? Het was vrijwillig. Blijf mij. Mazzel. Kevin, blijf heb je die tekening gezien op Twitter? Ik heb nog niet op Twitter gekeken tijdens de livestream. Maar ik weet het dus niet zeker. Misschien kan je hem nog een keer tweeten. Dan weet ik zeker dat ik hem zie. Want nu ben ik er alert op. Ach, je wordt ook aangestaard door 44 mensen, dus het moet niet zo erg zijn, hè? Dat is wel waar. Dag maar zo, dag! Daar heb je wel gelijk in. Hoe gooi jij hem? Ik gooi hem naar daar, Mazzel's, op Mazzel's neus schoot hij op jouw Ja. Echt waar. Kijk maar terug. Staat natuurlijk niet in beeld. Nee, tuurlijk niet. Het gebeurde ook niet. Je gooide gewoon nou expres. Dat was leuk. Je gooide expres naar mijn beeldscherm. Ja, want ik heb daar baat bij. Ja. Kevinmon speelt spelletjes op het internet. Niet te dichtbij komen. Stank kan je meteen laten vrouwvallen. Vladimir Vovniankov, dankjewel voor je follow. Thanks voor je support en veel plezier bij deze stream. En in Rusland. Ja, dat lijkt het op. Vladimir Vovniankov. Zo. Ik denk dat ik even een potion moet gebruiken. Ga je mee met mij naar Sint-Petersburg? Ik ga niet mee met jou naar Sint-Petersburg. Daar speelt de film Anastasia, zeg maar. Ja? Ik heb die film nog nooit gezien. Is dat een schande? We don't talk anymore. Is goed. Ik wacht al zo lang op die dag. Ik heb de hele nacht leren lachen. Ivar, dat jij hier nu zit, wat betekent dat voor Kicks Games? Meer abonnees.
Ik weet het niet wat dat betekent voor Twix Games. Non-spawn. Mensen, wat zouden jullie willen? Laat het eens weten. Zeg eens wat. Wat zouden jullie willen? Dat Ivar wegging? Of dat hij weer, video's ging maken? En zo ja, wat dan? Geen porno video's. Ik weet dat hij dat heel graag wil. Maar dat willen wij niet. Maar dat willen wij niet. Wat is Anastasia? Dat is een film. Superleuk. Zie je, niemand kent Anastasia. Nee, het is underrated. Wat een kutfilm. Jij beoordeelt ook dingen op die je nog nooit hebt gezien. Ivar moet Minecraft video's maken. Nee. Nee, ik wil iets origineels. Iets origineels? Pinky, er is een... De automod heeft een bericht van jou tegengehouden. Omdat je zegt, nou ja, je bitch. Ik sta toe. Ja, want bitch is gewoon het Engelse woord voor Dave. En Dave is een meisjesvond. Dus wat een duidelijk over mazzel. Ja, precies. Allemaal is mazzel natuurlijk gewoon een jongensnaam. Maar iedereen mag. Ik noem hem trouwens Marshall. Ben je nou mij een beleg? Marshall! Daar luistert ze wel naar. Marshall! Marshall! Ja, ze luistert echt. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Het is voortaan als je een bitch wilt typen, typ gewoon onder Tave. Tave, ja, je kan gewoon Tave sturen. Dat is vriendelijk, zoals spruit. Dat kan ook. Dat we allemaal gaan schelden met vruchten en groentes. Mijn favoriet is druif. Druif. Vind ik een beetje te zoet. De muziek staat een beetje. Nou, dan ga ik die toch wat zachter zetten voor Arla. Is Arla de bedenkster van die zuivelpakken? Ik denk van het. Die Vla? Ik denk het wel. Marshall! 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 Kom Marshall! Kom Marshall! Hallo Marshall. Oei oei. Ivar, je bent bijna... Level 3. Oh, het is nacht geworden. Nu komen we andere Pokémon tegen. Nacht. Hadden we nou maar nu, tot hier gewacht om een Pokémon te vangen. Want nu hadden we een hoedhoed kunnen hebben. Ik ben zo braaf, ja. Ik ben legit best wel boos dat ik geen hoedhoed heb nu. Ik had best wel een hoedhoed willen hebben. Dit is een schouderklapje van Marcel. Echt? Ja. Dat is goed gedaan. Net zo vaak dat ik die kalf gooi, hè? Wat is je obsessie met die? Vinger eraf zo meteen. 1, 2, 3. Ja, zo meteen kreeg je dan weer zo'n schouderklopje van... Hallo, je was met mij aan het spelen hoor. Waarom noem je je hond Marshall? Dat is van houden met je mother, Rivka. Ja, Rivka. Er is meer dan zondag met Lubach. Mijn moeder keek net een stukje ineens en toen ging ze helemaal stuk van deze stream. Nou zit je moeder dan weer terug in elkaar. Dat is echt zo grappig. Zo veel humor. Ik ben wel de Charizard die op Abenai was. Ah. Dat is een Charizard. Ah. Er waren ook Pikachu's en heel veel Ashes. Asses. Asses? Ashes. Er waren heel veel verbrande mensen, dus er waren heel veel Ashes. En was leuk. Er waren ook hele slechte Ashes. Ik moet zeggen, een jongen die zeg maar best wel smikkelbeer is. En dan iets te strak t-shirtje aan heeft van Ash. Ik moet zeggen, Ash is een. Moet ik zeggen. Ja, maar Ash wordt ook een jaartje ouder hiervan. Nou, nee, niet dus hè. Die is nog altijd 10. Ja, dat. 20 seizoenen. Dat is eigenlijk wel waar. Ik wil zijn crème. Ted is de grootste kakman ooit. Ivar die vergelijkt zichzelf altijd met Barney. Van How I Met Your Mother. Die denkt dat hij Barney is of zo. Ja. Ik snap het ook niet helemaal. Maar denk ze nou dat door dat te zeggen dat ons iets doet? Ik denk het. We weten dat het niet waar is. Dus. Dat kan echt niet, Ivar. Wat kan niet? Jouw hoofd kan niet. Nou, het zit toch aardig stevig? Ja, Ivar, je bent aardig stevig. Hahaha, Ivar en Barney. Hoe? Ja, weet ik ook niet.
Bone. Kunnen allebei zien. Ja, precies. En die krijgen ook zoveel pakken. En Ivar versiert ook heel veel vrouwen. Ja, dat is een van mijn skills. Wat je vraagt. Een van jouw specialiteiten. Marshals. Kijk, hij raakt zijn handjes zo. Ja. Ik ga niet meer met jou spelen, Marshall. Wil je met me trouwen? Zegt Marshall. Marshall, sorry. Oh, kijk, zo zielig. Ik vind het zo zielig. Ja, omdat je dat balletje niet gooit. Ben je er klaar voor? Gaan! Huh? Ga maar pakken. Ja, nu als we hem gewoon moeten gaan rennen. Kom, pak de bal. Ze snapt het niet helemaal, denk ik. Je bent gewoon Neil dan. Ja, ik ben Neil Patrick Harris. Maar als je ooit interviews ziet met Neil Patrick Harris, dat is niet heel veel verschil met Barney. Dat is typecasting. Typecasting? Typecasting. Oh, is dat zo knul. Vraag het maar aan Vladimir Vrachnikov. Ik hoop dat hij nog steeds kijkt. Vladimir Vrachnikov en Kalashnikov. Sorry. Ivar, ik ben allemaal hoedhoeds in elkaar aan het slaan met jou. Ivar is... Het is een hartstikke lieve uil. Ja, maar jij slaat ze op hun bakkes. Het was niet zo bedoeld. Oh. Thank you, bye. Jongens, ik moet eten. Elaine, dankjewel dat je er eventjes was. Eet smakelijk. Smakelijk eten, smik weer. En tot de volgende keer maar weer, zou ik zeggen. Oh, ik moet trouwens even naar het Pokécenter, want ik kan niet zo heel veel meer de tackle aanval doen met Ivar. Dat zou zonde zijn als ik daardoor Ivar niet meer kan trainen. Ja, dat zou echt zonde zijn. Toch? Ja. Ivar, wil jij wat voor mij doen? Ligt nou wat. Ik moet zoveel praten in de livestream en ik heb een droge keel. Wil jij een glaasje water voor mij halen? Sinds ik hier woon, is het orders naar orders naar orders! Het is wel waar. Doet hij tenminste ook nog eens wat, toch? Ik heb gewoon lekker eten op mijn kamer, joh. Kijk, Rivka die heeft het goed bekeken. Hartstikke goed, Rivka. Lekker. Gewoon eten op de kamer. Dat is helemaal lekker. Helemaal knetter. Is Rivka. Ga zelf halen en laat Ivar praten. Wat is dit nou weer voor een gemene opmerking, Arla? Oh, ik wil het zo graag goed zeggen altijd allemaal. En Merenske gaat eten. Bye, eet smakelijk. Wat ga je dan wel eten? Dankjewel, Ivar. Alsjeblieft, ons wat heb je ermee gedaan? Blauw, GHB. GHB, oké, okay, nice. Groentebrood en tuinval. Ja, laat Ivar de stream overnemen. Kapal. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Ik ben geen streamer. Oh, ben je er zo heen? Heb je nog nooit een livestream gedaan op Instagram? Jawel. En die zijn lid as fuck. Maar dan ben je toch ook een streamer? Klopt, ik ben inderdaad een streamer. Ik wil ook zo bekend staan. Ik wil op mijn grafsteen, ook al word ik gecremeerd, Ivar, de streamer. Dus als jij dat kan fixen, want als ik dood ben, kan ik dat zelf niet meer, hè? Zo toch? Is goed, ik zal dat eventjes regelen voor je. Rivka heeft gewoon lekker ezel op haar kamer. Dat is toch goed? Dat is toch slim? Zijn het kaasknabbeltjes of pindarotjes of gebakken ei? Of misschien wat aardappeltjes? Misschien een hele schotel bloemkool op je schoot? Ik denk dat haar mama gewoon gekookt heeft en dat ze dat naar haar kamer gebracht heeft. Gewoon vanaf daar eten. Dan heb je het goed voor elkaar. Who needs human interaction anyway? Dat heb je nu toch ook? Dat heeft ze nu toch ook op de livestream? Wij zijn een animatie, Kevin Brooks. Oh, wij zijn er niet. Wij bestaan in de Matrix. Wij zijn, hoe zeg je dat? Van die poppen die ze ook bij de Efteling hebben. Van die animatrons of zo. Ja, wel echt een hele goede. En knap ook dan. Ja, nou, ik val uit elkaar. Maar dat terzijde. Ja, jij moet nog even controle. Ja, precies. Hoe ken je Arla? Nou gewoon, ik liep langs het zuivelvak in Jumbo en daar stond ze. Wacht hoor. Arla is niet gemeen. Arla vindt Ivar gewoon net een stukje leuker dan Kevin. Maar ze is wel aan het skypen met iemand die aan het meekijken is. En die vindt mij het leukste. Dus, hè? Ja, maar ik zit hier niet om leuk te worden gevonden. Oh.
Mijn bestaan is niet zo goed zichtbaar. Nou, sorry hoor. Ik zit hier voor Marshall. 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 Hallo Marshall, kun je hier zitten? Ja. Oh Marshall. Waar is Lily? Ja, wel wat. Ligt aan mij of is de achtergrond van Pokémon zo donker? Ja, het is wel donker. Wauw, de allereerste Rattata die we tegenkomen. Rattata? Rattata. I always thought it was Rattata. Nee, het is Rattata. Rattata. Ja. Rivka zegt, vindt Arjen het leukst? Da. Dat weten we, Rivka, ja, dat weten ook. We. It's not a competition. Dat is ook zo. Although I am clearly winning, not a competition. Ik word een Engelse streamer. Ja, ga dat doen. Echt goed idee. Hello peoples from the internet. En welkom to my livestream. Nee, maar je moet er dan wel even van maken dat je een Britse streamer wordt. Want jij kan alleen maar Brits Engels op de een of andere manier. Elvis, dankjewel voor je follow. Thanks voor je support. Veel plezier bij deze stream. Ivar heeft Defense Curl geleerd. Oh, leuk. Doe je dat in het echte leven ook? Defense Curl. Ik heb tutorials gevolgd. Wat goed. En als ik het eindelijk in de praktijk kan uitvoeren, dan zie ik dat de theorie werkt. Wat goed. Ik kan deze tutorials niet meer. Wat ontzettend fijn. Ik ga deze hoed nog even verslaan met Ivar. Dan gaan we even naar het Pokécenter terug. Dan gaan we naar de trainers toe. Rivka is wel een kletsgauw hoor in de stream. Iedere keer als je Marshall zegt, moet ik denken aan die gif dat je zijn lul zo ziet. Super naar. Marshall? Ja, hij heeft zo'n film gedaan, Sextape, en daar is hij wel naakt, ja. Die moet ik nou nog even opzoeken. Want jij vindt Marshall wel... Ik dacht dat je het over die hond had. Nee. Maar jij bent een meisjes Marshall, hè? Ja. Een meisjes Marshall. Ik was helemaal vergeten dat het te zien is in die film Sextape. Nou ja, aan de titel kan je toch wel raden waar die ongeveer op is. Ja, maar ik was vergeten dat er echt... Hè? Hè? Huh? Nee, niet die. Hè? Huh? Waar dan, Rivka? Forgetting Sarah Marshall, hè? Huh? Ik snap het echt niet meer. Ik snap het ook niet meer. Rivka is dronken. Again. Rivka is altijd dronken. Hoed, hoed. We gaan al even onze... Petoritin inzetten. Ah! Please, Elgato. Nee, niet vallen, want dan gaat die kabel er half uit en dan ziet niemand meer wat en dan gaat iedereen weer huilen. Nee. Dan zetten we Ivar weer in en dan gaat Ivar de hoed weer afmaken en dan krijgt zowel Ivar als Petoritin experience om een level omhoog te gaan. Oh, ik leg een sticker in mijn rapport. Dat ook. Is gewoon een film. Ja, nou, die heb ik dan niet gezien hoor, Rivka. Die niet gezien. Nee. Ze heet gewoon Marshall van de achternaam. Oh. Oh, nu weten we nog steeds niet meer. Nee, precies. Heb het maar over wat anders. Waar zijn die groene balkjes gebleven? Die waren net zo mooi felgroen. Ja, die hebben we weg laten halen omdat het ze eigenlijk overbodig waren. Door de politie? Nee, gewoon zelf. Ik had zeg maar een soort van chroma key had ik gedaan. Met felgroen. Totdat we erachter kwamen dat er in de game felgroen zit. Zoals het health balkje. Mm-hmm. En dat verdween de hele tijd. Dus, en toen dacht ik, maar het is gewoon een vierkantje. Maar wat heb je dan gechromakeerd? Ja, normaal als ik op de DS speel heb je hier een tweede schermpje. En dan kan je zeg maar de achtergrond weghalen zodat je alleen de twee schermpjes hebt. Maar in dit geval is het maar één schermpje. Dus ik kon hem gewoon kroppen. Ik had helemaal geen chromakeer nodig deze keer. Nee, maar dat jouw eerste idee ook is, ik ga het chromakeeren. Er is geen andere manier. Ja, kroppen. Ja, maar dan heb je toch maar één schermpje. Maar die heb je toch ook maar nodig? Nee, bij sommige games heb je twee schermpjes. Dan krop je toch beide schermpjes? Maak je twee Nee, want je kan niet twee keer de Elgato inladen in OBS. Oh. Maar één keer. Dus je moet in één keer het hebben. Oh. En ja, dan moet je keuze maken en dan ga je dus chroma keyen. Door de achtergrond felgroen te maken. Maar dat ging in dit geval niet, Ivar de Groot. Je bent wel level 7. Yay! En Petoritin is nog niet level 4. Praat Nederlands. Praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Maar goed. Het groen is weg. Het groen is weg. Dat is zeker. Ja.
Nog drie kwartiertjes, jongens. Nog drie kwartiertjes. Hoe hou je het vol? Wat? Je bent een echte streamer. Nou, veel mensen vinden dat ik te kort stream, hoor. Twee uurtjes is eigenlijk te kort. Maar hebben jullie niks te doen dan? Weet ik niet. Het is gewoon door de weekse... Ik versta niets van Chromotech en zo. Wat was dat allemaal? Dat ging niet over Chromotech. Het gaat om video-edit. Superleuk. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Niemand weet wat jij wilde zeggen. We gaan Petoritin vooraan zetten. Petoritin! En als we die dan hebben ingezet tijdens een battle, dan zetten we Ivar in om het af te maken. Sowieso! Bitches! Ik bedoel teefjes! Oeh, ik heb het Mensen moeten wiskunde doen, maar dit is veel leuker, zeggen ze. Sowieso, wiskunde is het nutteloosste vak wat je ooit zal leren. Je hebt het niet nodig. Tenzij je wiskundedocent wil worden. Eigenlijk best idioot dat het enige wat je nodig hebt van wiskunde is als je wiskundedocent wil worden. Nee hoor, want je kan ook op straat rijden en dan denken... Huh, ik rij 15 km per uur, maar ik moet nog 16 km rijden. Hoe lang doe ik er nog over? Ja, maar dat zie je toch op je navigatiesysteem. Tenzij je navigatiesystemen wil ontwerpen, dan heb je het wellicht nodig. Wat slim. Maar dat is rekenen, geen wiskunde. Wat is dat? Huh? Wiskunde is toch rekenen? Nee, Kevin. Wiskunde is ook nog eens een keer net zoals oppervlaktes en ruimtelijk denken. Oppervlaktes berekenen, toch? Ja. Maar dan is het geen rekenen. Gewoon basic rekenen is optellen, aftrekken, plus, min, delen, dat. Niet A, B, keer C is D en gaat af met dat rekenen. Wiskunde heb je ook nodig voor natuurkunde en scheikunde. En waar heb je dan scheikunde en natuurkunde voor nodig? Meetkunde, volgorde van bewerkingen enzovoort. Formules en zo is wiskunde, maar geen rekenen. Maar je hebt het niet nodig. Ivar heeft het niet nodig. Als je de basics hebt van gewoon rekenen, heb je al die andere dingen niet nodig. Tenzij je een beroep gaat doen waar dat nodig is. En dat zijn er niet veel. Ik vind rekenen nu leuk, maar ik doe nu een lager niveau dan dat ik eigenlijk heb. Dat is het wel extra makkelijk. Dat heeft Ivar ook gedaan. Ik ook. So proud. Ik wel hoor. Ik had die informatie niet nodig. Nou ja. Oké. Okay. Ik ben er ook super slecht in. Ik heb het nooit leuk gevonden. Wiskunde, nou ja. Ik kan me niet concentreren voor dingen die ik niet leuk vind. Dat zei ik ook in de klas. Waarom heb je huiswerk niet gemaakt? Je vond het niet leuk. Nee, ik kan me er niet voor concentreren, sorry. Zeg ik ook, sorry. Ik vond het gewoon niet leuk. Ik snap echt niet hoe jij je examens hebt gehaald. Niet? Ik had een 4 voor wiskunde voor mijn examen. Nice. Ik had op mijn examen vorig jaar 52% en ook een keer 43%. Procent. Je werkt er niet met procenten. Als ze 43% of dat ze dus een 4,3. Zie je dat daar? Daar heb je nog wat aan. Procenten en zo. Maar zodra ze beginnen een stelling van Pythagoras, of wanneer is de laatste keer dat jij de inhoud van een driehoek hebt moeten berekenen? Van de kubus. Dat je dat ook echt nodig had in je dagelijkse leven. Ja, niet. Nee. Dus die tijd kan je besteden aan veel nuttiger. Dat is, ja. Als je niet veel met wiskunde hebt, is wiskunde de makkelijke uitweg. Prima te doen, hè? Huh? Als je niet veel met wiskunde hebt, is wiskunde A de makkelijke uitweg. Oh, ik heb geen idee. Waar jij het over hebt. Nee. Wiskunde A is misschien het laagste. Je krijgt er wel inzicht van, zegt Rivka. Inzicht in wat? Inzicht in wat? Ja, inzicht in wat? Ja, dat gaat ze vast zo vertellen. Ik ga het mooi van maken. Kicks Games kijken is veel nuttiger. I love it. Nou, Ivar. Is dat een ander kanaal? Ivar de Groot. Ivar Music. Ivar Music. Waarom wordt music op dit moment uitgespreken alsof iets vies? Omdat je dat zelf eraan gegeven hebt. Music. Ik wil geen Ivar Music weten, vanaf nu heet ik Ivar de Groot, maar nog steeds gewoon overal Ivar Music hebben staan. Ik heb ook mijn paspoort laten aanpassen. Music. Had wiskunde A, maar had toch liever B. Oké, succes. Wil je wiskundeleraar worden? Dan zou ik wel mijn best doen.
Ik kan het niet geloven dat iemand die jong is en die wordt gevraagd, wat wil je laten worden dat er dan wiskundedocent is? Ja, Ivar. Heb je ergens de verkeerde afslag genomen? Ja, Ivar, maar jij upload te weinig. Ik upload te weinig? Dat wordt gezegd. Nee, ik steek tijd in de video. Je upload te weinig. Kwaliteit boven kwantiteit. Je upload te weinig. Conclusie. Ja, maar ik ben de baas van het kanaal, dus ik bepaal wat de video is en niet. Je mag ook alle oude video's bekijken. Toen was het stil in de chat. Oh, met aardrijkskunde en Duits. Oh, dat is het profiel. Rivka heeft een profiel met wiskunde, aardrijkskunde en Duits. Volgens mij had het geval dat je in Duitsland stukjes van de aarde moet breken. Ik ben zo blij dat ze dat geven op school. Dat komt zo vaak voor. Zeker in Duitsland. They love some good aardrijkskunde there. I'm not a trainer, but if you look one in the eyes, prepare to battle. Okay. Ja, ze keek me in de ogen aan en toen wilde ze vechten. Heb je wel management? Kijk, management vind ik dan wel weer een vak. Ik denk van ja, dingen managen of als manager aan de werk krijgt, dat ga je ook echt doen. Ik heb nooit management gehad, hoor. Ja, maar je hebt verschillende type management. Ja, maar nee, ik heb dat vak niet gehad, management. Nee, maar oké. Okay. No offense, maar Duits is nuttiger dan Frans. Maar dat is mijn mening. Ja, maar dat ligt eraan welke taal je wil spreken. Je kan ze beide niet. Nee, maar het is waar. Fransen en Duitsen zijn altijd ik wil niet zeggen te laks, maar te trots om Engels te leren. Al gaat het met de jeugd steeds beter. Dus dat zijn wellicht nuttige talen, mocht je daar aan het werk gaan. Het is inderdaad handig als je in een land gaat werken of gewoon dat je de taal krijgt. Ik kan ze beide niet spreken. Wat zou je tot waar, hè? Je leert bedrijfsbestuur, et cetera, bij management. Ja, dat is handig. Als je daar iets in wil doen. Rivka kan tenminste Duits verstaan. Goed, Duits verstaan, dat klopt. Althans, als ik een verhaal hoor, ik weet wel waar ze het over hebben. Dat is wel leuk. Maar als ik dan zelf moet gaan, dan zeg ik, dan wordt dat gewoon... Dan ga je zo praten. Ik gewoon zoals Dr. Borns met praten. Vertel me dat nog een keer, waar kan ik die bronnen komen hier? Dan pak ik rechts of links aan. Waarschijnlijk verstaan ze hem nog ook. Nou, hoesten. Ik ben ook al een week aan het hoesten. Ik heb Duits geprobeerd, maar ik heb het opgegeven. Ik heb in Duitsland ook al heel lang geleden. Ik heb wel examen gedaan in Duits en ik heb het met een voldoende afgerond. Ik weet alleen nog steeds niet hoe. Ik kan er niks meer van. Ik had echt? Ja. Oh. Ik hou er liever bij Engels. Duits en Frans vind ik echt verschrikkelijk. In principe heb je gewoon Engels nodig en de rest niet. Want ik spreek geen Frans, maar ik weet zeker als ik naar Frankrijk ga en ik praat Engels, dan verstaan ze me wel. Dus dan ben ik gewoon verdoemd. Ja, weet ik niet. Nee, ik wil daar niet heen. Een Bellsprout! Betorenten, hoe gaat het nog met pakken? Betorenten, die kan nog helemaal niks. Dus we moeten wel een ander inzetten. Maar ik ben bang dat deze Bellsprout... Meneer 123, bedankt voor je host. I desert you. Never gonna give you up. Ik ben bang dat deze Bellsprout al Vine Whip kan. Weet niet, maar Bellsprout is wel echt. Ja, weet ik niet. Bellsprout. Je wil niet weten hoeveel er in de derde of vierde amper Engels kunnen. Ja, Engels is toch iets wat je van nature leert als je sowieso op het internet zit en films kijkt allemaal in het Engels. En
De helft van de Nederlandse taal is al. Ivar, je bent zojuist bijna gestorven. Maar je leeft nog. Echt? Nee. Laten we heel even rennen. We got away safely. Thank God. Thank God. We hebben een antidote gevonden. Waarom moeten we dat godverdomme? En we zitten hier bij een... De Dark Cave. We zitten hier bij de Dark Cave. Zie je hoe donker het is? Ja. Maar er staat wel een lampje aan, maar niet... Dat is de weg naar buiten. Ja. Volgens mij kunnen we hier een zoebed vangen. Ah, zo dichtbij. Zoebed! Zullen we een zoebed vangen? Gaan we dat toch gewoon doen, jongens? Een zoebedje erbij. Dan hebben we gewoon bijna ons complete team voordat we überhaupt bij de eerste gym zijn. Naar je zoebed. Golbat kan best een hele sterke Pokémon zijn, dus ik denk dat het wel een goede is om deze te vangen. Krokodil. Die kunnen we goed gebruiken in ons team. Game meer. Ik game best veel al. Game meer, dat is een gokke comment van niks. Game meer. Ademeer! More! Oh nee, het ging erover dat ik ben opgegroeid met RuneScape, dat is een videogame. Dus kon op mijn 9e al vloeiend Engels en daarna gewoon series gekeken. Maar ik heb ook heel veel Engels geleerd van Pokémon, want dan ging ik naar mijn moeder en zei ik... Mama, wat zegt deze meneer? En dan ging mijn moeder het vertellen en dan wist ik dat woordje, wat dat betekende. Zie je? En zo leert men. Aldoende leert men. En niet door school, door videogames. Ja, ik ben het wel mee. Jongens, hoe gaan we Zoebed noemen? Ik hoor graag wat nicknames van jullie. Angelique. Het is een mannetje. Het is een mannetje Zoebed, jongens. Vergeet dat even niet. Nooit Pokémon gehad? Ivar heeft nog nooit Pokémon gespeeld, geloof ik. Nee, ik had vroeger geen console of iets. Alleen de Nintendo 64. Maar die stond bij mijn broer. Had je wel Pokémon Snap? Ik heb niet gespeeld. Pokémon Snap, niet? Ja, we hebben toch één aflevering gespeeld? Ja, samen. Heb ik nooit afgemaakt, die serie, geloof ik. Nee, man. Je leert op school talen toch veel te laat. Het is veel beter om les te geven in talen als je nog heel jong bent, want dan pak je het veel makkelijker op. Klopt. Is wel waar. Pokémon Rumble en Pokémon Black and White en nog eentje waarvan ik de naam niet meer weet. Vampierbier. Ja, dat vind ik wel een leuke naam. Ja, die is leuk. Past dat? Vampierbier? Anders wordt het Vampierbier. Vampierbier. Biseksuele vampier. Het wordt echt Vampierbier. Nice. Vampierbier. Jongens, kortere namen. Moet korter. Moet korter. Hier was het. Ik wil heel graag dat balletje wat daarboven ligt. Kan ik die pakken? Waarom dan kan ik... Dan krijg je het probleem dat kinderen beter Engels spreken dan Nederlands. Maar ja, dan ditchen we Nederlands toch? Spreken we allemaal Engels? Ik zijn voor. Wat een goed idee. Nee, ik denk als je het beide tegelijk leert dat je gewoon door elkaar gaat gebruiken. Maar dat doe ik zelf ook al. Zeker als het gaat over cameratermen. Dan weet ik niet eens de Nederlands. Volgens mij ben ik aan het verdwalen in deze grot. Het is niet goed eigenlijk. Generation 4 is mijn favoriet. Nee hoor, gewoon Generation 1. Gewoon Charmander, Squirtle, Bulbasaur en de eerste 151. En dan Squirtle. Oh! Ik heb hem. Het was een potion. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Ben ik hiervoor nou helemaal naar deze grot gelopen? Goed, we hebben wel een zoebed. We zijn, als het goed is, zo het dorpje uit. Oh wacht, nee, er zijn hier nog meer Pokémon. Dus we moeten wel eventjes onze Pokémon healen. Want die Bellsprout heeft toch wel wat schade aangericht. Hier aan het Genesee. Want dit meisje wil vechten met ons.
Midden in het bos kreeg recht met een meisje. That's sick, man. That's sick. Hé, hey, ze sprak mij aan, oké? Okay? Wat? Ik begon niet. Oh, het is een jongen. Sorry. En hij heeft een net, want hij is een visser. Nee, hij is een bug catcher. God. Wat een beroep. Petorten, let's go, Petorten. We moeten allemaal Chinees gaan leren, zegt Pinky. We moeten allemaal Chinees gaan eten? Daar heb ik best wel zin in. Oh, ik heb meer zin in, zeg, je hebt ook van die pakjes met drie, weet je, dat je bami hebt. Met saté, yeah. Maar ook Babi Pangan. Yeah. Dat is lekker, dat je dat door elkaar... Ja, maar dat kan je niet bij de supermarkt in een pakketje halen, toch? Yeah. Bij zo'n magnetron ding. Ik hoop dat het Oké. Ja, of we bestellen voor mij een echte chili. Pinky roept pizza, pizza, pizza. Nou, weet je... Dat hebben we al te veel gegeten. Veel pizza op de afgelopen tijd. Dat hebben we al te veel gegeten. Dus ik hier wel heb ik al 6-7 pizza's op. En ik ben niet een week, hè? Maar dat deed je thuis dan toch ook wel? Want wij hebben jou niet aangespoord om pizza's nee, te eten. Nee, maar hier heb ik echt geen geld. Dus dat... Pizza klinkt wel goed. Al een tijd niet gegeten. Hoe dan? Ja. Ga er eentje kopen. Hoe dan? Hoe kun je dat een lange tijd niet gegeten hebben? How do you live? Pizza. Bami Pangang is echt goddelijk. Ja, dat is wel echt, echt heel lekker. Ja, maar het moet wel, los niet. Het moet wel een combo zijn. Een reisje. Ja, ja, dat wel. Een reisje. Nee. Pinda, jee. Oké. Het is de Charizard. Pang Pang, is dat niet van SpongeBob? Wat? Waarom je Pang Pang? Dat is niet van SpongeBob, nee. Die hebben krabburgers bij SpongeBob. Ja, dat weet ik. Ik lees het alleen nu zo op, Ivar. Ik denk dat wij zometeen bij het eerste dorpje zijn aan het einde van deze stream. In ons dorp is het altijd rustig en iets nieuws, dat gebeurt hier niet. In ons dorp zingen alle mensen. Pokémons? Oh my god, what did I just say? Anders zou ik niet rijmen op... Bonjour! Bonjour. Daar gaat de bakker met zijn brood als altijd. En op de knijtel is daar Marshall! Ze gooit dan ook dat balletje zo neer en dan gaat ze vanaf een afstandje zo kijken van... Ja. Gaat iemand het balletje oppakken? Gaat iemand het doen? Petorten! Level 6, nog steeds geen reet geleerd. Godverdomme. Ik ben Petorten nou wel een beetje beu. Petorten mag wel eens even level 10 worden. Want als Petorten level 10 is, dan wordt het een B-drill. En dan krijgt hij tenminste wat fatsoenlijke aanvallen. Ho, een Pokémon is zoals hij is. Iemand is salt aan het strooien. Waarom? In mijn ogen? Deed iemand salty hier zo? Ik had het even niet door, denk ik. Kijk voor je nieren, slecht voor je nieren, dat zou ik niet doen. Nu heb ik dat lied in mijn hoofd. Ja, dat is wel vervelend inderdaad. Nee, is een leuk lied. Ik moet even een ander lied zingen. Wat Ivar. Heb je dan liever in je hoofd, het liedje of een kogel? Oh! Liedje over een kogel? Ik heb vaak gedroomd. Van een ver vreemd land. Van een groot warm welkom. Van een feest. Een festijn waar men samen stroomt. En men schudt mijn hand. En een stem zou zeggen: dit is waar je hoort te zijn. Ik vind ooit mijn droom. Weg. Ik ga tot het einde. Ik heb navigatie. Ga langs bergen en dal. Ergens. Is best makkelijk. Word ik verkracht? Vind langs ik kracht. Een pad, zo snel. Loop ik mijl na mijl.
En ik rijd de wereld rond. Van Amsterdam naar Amsterdam Zuid. Dat is goed. Dat is van Hercules, jongens. Hercules. Ken je klassiekers? Ken je klassiekers? Kan ik een song request indienen? Ivar, je kan wel, het is over welk lied we het hebben. Wat? Ivar, je weet niet eens over welk lied we het hebben. Jawel, een die ik het zong. Tom. Wat heeft deze meneer te vertellen? What? I walked too far today looking for Pokémon. My feet hurt and I'm sleepy. If I were a wild Pokémon, I'd be easy to catch. Voordat je verder klikt. Het is zo stom dat een Pokémon het hoofdletter is, maar dat de E dan omdat een streepje op een kleine letter is. Ik bedoel, je ontwerpt zelf het spel. Dan zorg je tenminste dat ja, de naam van het spel goed kan worden weergegeven. Ivar, ik wist niet dat je boos zou worden. Dit zijn van die dingen in de vergadering waar ik zeg van, ja, dat had je zien aan kunnen komen. Laat hem slapen. Oh, sorry. We laten hem al met rust, die man. Die arme man die daar stond. Ik vind ooit mijn weg naar het nieuwe dorpje. Ik loop al zo lang. Kijk, er is een nieuwe held vandaag. Een nieuwe ster. We zijn er! Een nieuwe stad. Fantastisch. Een nieuw begin. We zijn er al. A dazzling place on the avenue. What went up way here? It's crystal clear. I can go back to where I used to be. Geef je ogen de kost. Dat is zo nare zin. Vitale 1-1. Yes, please. Dit is mijn jeugd. Als ik ooit met iemand uitga, dan zeg ik... Geef je ogen de kost. Oh, kijk deze berg. Geef je ogen even de kost. Dus die date was snel afgelopen. Geef je ogen de kost. Geef je ogen rauwkost. Flikker sla in je pupil. Er zijn hier een aantal dingen die we kunnen doen. We kunnen de gym verslaan. Maar ik denk dat het goed is voor het trainen dat wij eerst in deze hele grote tower gaan. Want daar zijn heel veel trainers. En er is ook nog iets met een geheim dingetje met unknown. En dat zit hier beneden. Maar ik denk dat we daar nog niet kunnen komen. Of nee, dat zit niet hier. Dat zit nog een stukje verder. Er zit een Pruscure berry in. Pruscure. Ze denken nog steeds dat we het hebben over wat ze zingen. Sorry. Wat aardig van je dat je past op die autist die achter je op je bed zit. Zit er nog iemand achter mij? Ik denk het. Niet kijken. Hello, wat you are a trainer. Battle gym leader. Hierboven zit iets. Met de unknown. En volgens mij... Zit hierboven... Oh, ik dacht altijd dat hier een grasveldje zat. Dat is niet zo, helaas. Maar nee. En daar kon je wel eens Growlithe vinden, maar dat is niet zo. En dit is Sudowoodo. Dat weet ik. Maar die kan ik nu nog niet wakker krijgen. Dus die moeten we nog even laten staan. Maar, heb jij iets voor ons? Nee. We gaan wel even de puzzel van de unknown oplossen. Want ik weet hoe die in elkaar steekt. En dan hebben we gelijk een unknown gevangen. Dat is toch leuk? Dan hebben we ons team zo goed als vol. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dan hebben we gewoon 10 Pokémon. 5, 6 Pokémon. Als we deze puzzel oplossen. Deze kunnen toch wel een beetje. We gaan wel even de puzzel oplossen. Nou, kijk naar het spel en geef je ogen de kost. Dit is inzicht, Ivar. Dat leer je bij wiskunde. Nee, inzicht heb je, dat leer je niet. Oh. Ta-ta-ta. Het is ook niet echt een hele moeilijke puzzel of zo. Zie jij al welke Pokémon het is? Nee. Echt niet? Nee. Nog steeds niet? Het is een rondje. Zie je het nog steeds niet? Ja, ik weet niet. Gaat hij in het rondje zitten of is het rondje al onderdeel van de Pokémon? Door een smile? Het
is een appel? Is het een Voltorb? Zie je het niet? Voltorb? Ik zie het nog steeds niet, hè? Het is de onderkant van een Kabuto! Ah, nu zie ik het! Kabuto! Maar ik zag die andere dingen aan voor de ogen en dan wordt het een heel bovend kijkend balletje. Is dit hem niet? Ik dacht dat dit... wacht. Nee, deze moeten wel zo. Misschien moeten deze andersom. Oh, puzzel toch? Een puzzel bedoel ik. Ja, dit is de puzzel. Dat betekent dat nu de vloer onder ons wegvalt. En dan, als het goed is... Kijk. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh, het graphics. Oh, zo goed. Dan zijn we naar beneden gevallen. Wat zeg je? Dat is wel echt. Nee, dit is een stambeeld. Maar nu zijn we dus in een ondergrondse tempel. En je ziet al die icoontjes op de muur. Dan denk je, wat is het allemaal? En nu komen we ze tegen, jongen. Kijk, unknown. Je kan het toch gewoon zien wat het is als je daar bent, de plekken. Ja, maar wij zijn de eerste die de puzzel hebben opgelost. Ja, nou ja. Wij zijn de eerste die de unknown ontdekt hebben. Ja, maar wie is de unknown? Dat is unknown. Ik wil dat jij niet meer praat tegen mij. Zie je ook pokeballs niet? We vangen even een unknown. Oh, hij komt eruit. Helaas, we gaan hem toch even verzwakken. Wanneer weet je wel wat het is? Niet. Dat weten ze in de serie ook niet, Ivar. Waar slaat dit gedeelte dan? Gewoon een mysterieuze Pokémon, dat is toch spannend? Ja, maar het is ook een tekentje, het is niet eens een figuurtje. Dus... Wat heb je hier, man? Je hebt unknowns in de letters A tot en met Z. Dit is de letter D. En wat dan? Wat is het doel? Het zijn oeroude Pokémon die in allerlei lettervormen verschenen waren. Niemand weet waar ze vandaan komen. En er is een hele film over gemaakt. Pokémon, de derde film met Entei en de Unknown. Dat is een hele spannende film, Ivar. Zien die er ook uit? Dus die gaan wij samen kijken. Nou, kan niet wachten. Het wordt echt leuk. Dan halen we een flesje wijn erbij, een chippy. Gaan we lekker de Pokémon film kijken met z'n tweeën. Kaarsjes erbij. Ja, helemaal leuk. Arm onder het dekentje. Massageolie. Can't wait. We gaan de stream vroegtijdig afblazen. Je mag niet meer praten met Kevin. Praat maar met mij, zegt Arla. Klinkt als een mooi nummer. Hey, maar je we mag kunnen... niet meer praten met Ivar, Kevin. Ivar, we kunnen de unknown. We kunnen de unknown, kunnen we dus ook gewoon een naam geven. Jacqueline. Dus omdat jij dus net zei, unknown, hoe heet die dan uiteindelijk? Kun jij bedenken hoe wij unknown uiteindelijk gaan noemen? Nee. Kevhar. Kevhar. Ja. Wat een naam. Kevhar. Dus je doet daar dan een petje. Stel je voor. Nou, we hebben de unknown. Dus nu ga ik ook gewoon weer weg hier, want ik wilde maar één. Dus opzouten. Ik hoef die andere letters allemaal niet te zien. Oh, ik dacht wel dat het gezellig hoor, jongens. Kijk, dit is de letter E. Leuk. Dus we hebben de D en de E al nu gezien. D-E. Oh, reclame voor de koffiemerk. We kunnen gewoon de schrijven al. 10 minuten later op dat andere scherm dat ik viel. Ja, er zit een vertraging in. Er zit een vertraging in. Goed, we hebben de unknown gevangen. Dat betekent dat we nu 6 Pokémon hebben. En we gaan even onze Pokémon healen. En dan kunnen we nog heel even die tower in. Of de gym verslaan. Maar ik denk dat de gym nog een beetje te tricky is. Dus dat wij eerst in de tower nog gaan trainen. En vervolgens richting de gym gaan. Is dat Jim Buggen? Nee. Oh. Want hij zocht heel zijn leven. Zijn doel was zo dichtbij. Deze kom ik even vinden op mijn kanaal. youtube.com/IvarMusic. Hij is ook te koop op iTunes. Schroom niet. Koop er 2. Okay, Jolien, oh. Hallo daar. Welkom, welkom. I Slay Pandas. Lang niet gezien, Jolien. I Slay Pandas is er ook weer bij. I Slay Pandas? Ja. I Slay Pandas. Wie is dat achter je? Niet belangrijk. Dat is Ivar. Ik ben Rodricus van Hendrikstraat tot Giessendam. Is dat je vriend? Nee, dat is een vriend van mij. Nee hoor, wij zijn al 3 jaar getrouwd. In Giessendam, waar ik vandaan kom en ook hertog ben. Hertog van Giessendam en Oosterhout. Ligt ver uit elkaar. Hartstikke lastig als hertog. Jan.
En je kan mij vinden op www.hertogoosterhout.com. En daar kan je mijn app downloaden. Hertogoosterhout.com. En daar zie je alles wat ik doe als hertog van die twee plaatsen die ik net noemde. En dat ben ik. Wat goed zeg. Wat leuk zeg. Wij gaan hier dus de Bellsprouts aanvallen. Terwijl Ivar uitlegt dat hij uit Giessendam komt. Giessendam, de eerste Bellsprout die ik plantte kwam ook uit Giessendam. Ik weet het nog goed, het was 1964. Het was een koude, briske winteravond in de zomer. En ik zat in mijn panty in de tuin. En toen zei iemand, ga eens naar binnen man, panty in de tuin. Dus normaal. Nou, heb ik een broek aangetrokken. En de rest is geschiedenis, zo is Bellsprout ontstaan. Ah! Is dat zo? Ja, kijk maar op Wikipedia. Oké, dat zal ik straks doen. We gaan Kevar inzetten om de Bellsprout te verslaan. Bellsprout! Ik heb dit weekend 13 uur lang Pokémon Silver gespeeld. The story of my life. Nice! Ja, ik heb hem dus net geopend, dus het is bij mij het eerste 2 uurtjes. Maar ik ga. Ik heb gespeeld. In die tussentijd dat je op je kamer op kunnen ruimen. Of misschien even de tuin stofzuigen. Ik wil even zeggen dat Unknown echt een goede zet was tegen de Bellsprout. Holy shit. Is hij dood? In één klap ook gewoon. Die plant, ja, maar het is ook maar een plant, hè? Ja, oké. Okay. Maar de Petoritin dacht ik ga die een beetje trainen, zodat het uiteindelijk een Beedrill wordt. Maar ik vertrouw Petoritin sinds het begin al niet. Petoritin, vertrouw jij niet? Zeg je dat nou? Nee. Vertrouw je Kevar wel? Ja! Yes! Kevar heeft grote powers. Hidden powers ook. Kevar heeft hidden powers. Jij bent net een Belg zeker. Huh? Wart Gijsels WMF komt misschien wel uit Vlaanderen. Dat wordt gesuggereerd hier. Vlaanderen. Kom jij zet een Belg zeker. Vlaanderen. Volgens mij komt Pinky ook uit Vlaanderen. Pinky Winky. Dipsy. La la. Bellsprout? Telt zus Vlaanderen ook een beetje als half Vlaanderen? Zijn wij ook een beetje half Vlaams? Dan zijn we ook cool. Nou ja, dat denk ik wel. Ik vind dat altijd ook lastig. Staat eerder in Antwerpen dan in Amsterdam? Yo, Vlaanderen is the best. We hebben gewoon allemaal Vlaamse kijkers hier voor de groot. Gezelligheid. Eigenlijk is Vlaanderen en Nederland is één land. Er is alleen nog een grens. Ik denk dat ze dat niet zo zien. Ja, wel, Vlaanderen hoort bij Nederland en Wallonië hoort bij Frankrijk. Maar ze zijn te stront eigenwijs daar helemaal in het... Heel veel mensen willen dat. Dat waar. Willen jullie dat ook? Jolien en Pinky en Bart. Er zijn heel vaak momenten geweest dat ze dachten dat ze het land gingen opsplitsen, maar het is politiek te complex. Ik geloof je niet. Hoeft het niet. Kevin heeft een paralyzed heel. Ga je naar Gameforce? Sowieso dat niemand gaat. Ik hou van je positieve attitude, Jolien. Je kijkt altijd naar de bright side line. Ik zal eerlijk toegeven dat ik inderdaad er niet over heb nagedacht om erheen te gaan nog. Dus, hij weet het. Kevin, is er weer een meeting in de kerstvakantie? Dat moet ik heel even met de rest van het team bekijken. Nee. Want Ivar zei al dat hij niet wil komen, dat hij er niks om geeft. Echt wel, hartstikke gezellig. Ik vond het hartstikke leuk. Niet. Gisteren zei je nog, ik haat die kinderen, ik wil er nooit meer heen. Dat is niet waar, dat zou ik nooit zeggen. Ja, nooit hardop. Precies. Ik mag sowieso al komen naar de meeting. Nou, kijk. Iemand zegt vieze Wallonie. Wallonie. Vieze Wallonie? Ja, maar jullie moeten lief doen tegen elkaar, oké? Okay? Wallonie krijgt wel veel minder geld, hè, van de staat bij jullie. Krijgt Wallonie minder geld? Ja, Wallonie is het arme gedeelte, want het grotendeels van België. En Vlaanderen is veel rijker. Oh. Het is daar heel erg verdeeld. En dan is België eigenlijk is dan Brussel, is Wallonië en Vlaanderen. Als we maar pakken dat. Als je nou naar de bakken gaat, weet je nou niet of je moet gaan beginnen in het Frans of in het Nederlands. Kan allebei. Zeg ik nog, je hebt dan Franse bakkers en Vlaamse bakkers. Oké. Dat is interessant. Ja. Het DDG-event is net een maand geleden en ik wil Kevin alweer meeten. Dat snap ik. Niet.
Ivar die wilde gewoon niet komen. Dus die had een of ander event verzonnen. Ja. Van ik ga daar maar heen. Hoef ik niet naar de TDG. Georganiseerd, hè? Ja. Allemaal om dat te ontwijken. Jolien zegt wij moeten kapot veel belasting betalen. In Wallonië. In Wallonië is het loon best laag. Dus. Nou, het is gewoon in het algemeen zijn de faciliteiten minder. Dat wat ik heb geleerd. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar... Technisch gezien moeten ze tweetalig praten in Brussel, maar iedereen praat gewoon Frans. Ja. Omdat dat toch een sterkere taal is dan Nederlands. Er zijn allemaal meer mensen op de wereld die Frans spreken. In Wallonië werken ook minder mensen. Waarschijnlijk omdat er ook minder werk is. Koppel Wallonië los. Moeten we misschien geen Frans meer leren op school? Dat zeg ik. Gewoon ja, maar wij in Nederland moeten ook Frans leren. Dus dat kom je niet heel snel vanaf. Nee, precies. Maar misschien moeten jullie het daar iets intensiever leren dan wij. Ondertussen ben ik alle Bellsprouts in deze toren aan het kapot maken. Bellsprout! Met mijn hidden power. Met onze hidden Kevar power. Ik ben te skier voor de Dutch YouTube. Ga dan een baan zoeken. Ja, gewoon een kaartje kopen. Alhoewel, ik vind het ook wel duur geworden hoor, deze keer. Ik heb niet gekeken, ik weet het niet. Het is nu geloof ik 30 of 35 euro voor een normale ticket. Ja. Ik vind dat veel. Ja, maar als je ziet wat er moet worden georganiseerd. Ja. Dat zal een goede reden voor zijn. Dat zeker, dat geloof ik ook. We hebben Sage Chow verslagen. 30 euro daag, ja... Als je kleren koopt, doe je ook veel meer uitgeven, dan zeg je het niet. Terwijl je volgens mij, je gaat eerder de jury kettering onthouden dan die lelijke jurk die je toen aan had. Ik denk niet dat Rivka jurkjes draagt. Nee, ook niet, maar ik moest ergens mijn zin afleiden. Voor 35 euro had je eerst een weekendticket. En nu is het een normaal kaartje. Ja. Ja. Ik hou je in hoek. Nou, Ivar. Dat was toch ook niks op? Wat ben jij voor een harteloze klootzak? Nee, ik zeg wat er staat. Oh, is dat zo? Kevin is een koffer. Wat? Kevin recorded the cover, stond. Waar? In je game. Niet. Oh, recovered. Ja. Jongens, de laatste 10 minuutjes. 83 mensen zijn aan het kijken. Dat is toch gezellig? Nou, dan zeg ik het nog maar één keer. Mijn liedjes zijn dus te koop op iTunes. Koop er ook één voor je vriend of vriendin. Want een mp3 kopiëren is onmogelijk. Speel je op de 3S of op een emulator? Op de 3DS spelen wij. Maar kleding doet geen pijn aan je poten en laat niet 8 uur lang staan zonder een seconde te zitten. Oké, dan ga je toch lekker in je eentje, lekker in je kleding thuis zitten. Good luck with that het hele weekend. Ja. Betortin! Je weet dat je wil komen, Rivka. Je weet dat je het leuk vindt en je weet dat die pijn in je poten het waard is. Because you had a good day. Nee, maar je weet ook dat zij gaan, zeg maar, uiteindelijk niet. En dan is het die dag en dan hebben ze er spijt van. Dan zeggen ze, oh, ja. Ik had toch wel willen gaan. Iedereen is daar. Ik ben er niet. Ik kan ook een leuk boek lezen. Dat is ook leuk. Ja, want het is een leuk boek. Ja. Rivka, ik zal voor jou een klapstoeltje meenemen. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar op de gathering hadden wij gewoon banken staan en zo. En ja. Stoeltjes. En waar je iets kan eten kon je ook gewoon zitten. Maar het was waarschijnlijk druk. We hebben ons best gedaan om meer te bieden dan een rij om te staan en dat je weer weg moet. Rivka is van plan om mee te doen aan zo'n giveaway of gewoon last minute. Misschien gooien mensen de laatste week een kaartje wel op ticketswap als ze weten dat ze ineens niet meer kunnen. Doe gewoon een Kevar meeting of zo. Dat is ook een stuk goedkoper. Echt niet, die kost 40 euro dit jaar. Ja. Nee, dan gaan namelijk het hele station afhuren. Jij wil niet weten wat dat kost. Ik heb Pokémon Sun and Moon op de 3DS. Oh, nice. Ik heb alleen Sun. Ik heb 3 Pokéballen naast me. Wie zit er daarin? Knijpen aan de zijkant van de 2 vingers. Een noos. Een noos zit erin. Wat spannend.
bij de Dutch Digital Gathering 2015 kreeg je stoeltjes. Is dat zo? Kreeg iedereen een stoeltje? Dat is een leuke goodiebag. Wel snap ik wel dat die duur was. Stoelen zijn ook niet goedkoop. De Pokéball opening, woe, ja, alleen gingen ze niet open. Nee, want het zijn toch unknowns. Het zijn letters, het is niet spannend. Hé, hey, maar Ivar en Kevin, jullie zouden toch die scheidkakuna naar mij vernoemen? Wat is er gebeurd? What's gebeurd? What's gebeurd? Nee, die is... Dat is Petoritin geworden. Petoritin heet hij nu. Hallo. Staat hier een mand met Kevin's ondergoed? Het is tijd voor een lookbook. De Waas. Gezellig. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is Kevin's wasgoed. Ah, we gingen zo goed dat we misschien het aan de zin hadden. Nee, ik had een remspoor. Oh, het is Kevin's remspoor. Want hier tot Tokio. Licia, hey, Licia. Mijn naam is Licia. Nou, wat ik dan. Ik ben smal, maar bovenal ben ik mooi. Wordt de stand van de Dutch YouTube Gathering 2018 hetzelfde als Dutch YouTube Gathering 2016? Of wordt het de stand van 2017? En als er dan 2 appels minder zijn, hoe snel duurt de sollicitatie van Tommy dan? Dat weet ik toch niet. Van die vraag in de wiskunde. Ja. Licia! Ja, dat klopt. Licia is het. Licia! Doe de Poké-rap. Ivar die kan niet uit zijn hoofd, dus dat komt helemaal goed. Zubat, Meowth, Onix, Diodude, Rapidash, Marshall, Kicks, Dogs, Hidden Powers. Smolax! Farout, Boterbloem en Cake. Petoritin is level 8 geworden. Nog steeds geen reet geleerd. Dat is naar. Oh shit, je komt een Pokémon tegen hier. Nee, helaas niet. Een Rattata. Nee, wil ik niet. Ik wil weg hier. Ik heb een Rattata toen gevonden bij Pokémon Go. Dat was toch een zeldzaam, hoef je niet soms. Dat was een hele zeldzame, Ivar. Dat heb jij heel goed gedaan. Heel speciaal was. Je bent zeker heel speciaal. Ivar, jij bent zo'n speciaal geval. You don't even know. Hoeveel keer kan mijn unknown nog een aanval doen? Dat moet ik eigenlijk wel even weten. Ja, dat weet je niet. Want... 4 keer, dat is niet zoveel. En ik heb hem wel nodig bij deze battle. Wauw. Maar ik kan nog wel deze trainer verslaan, dus dat doen we nog wel even. Want onze Petoritin die kan nog wel een leveltje omhoog. Dankzij deze trainers. Dus dat gaan we nog wel even doen. Die trainers verslaan en dan die hoofdtrainer, daar wachten we dan nog wel even op. Dan gaan we nog heel even terug naar het Pokécenter. Maar dat zal dus iets voor de volgende stream zijn. Maar want we gaan tot 7 uur. De volgende aflevering. Wat leuk dat jullie hebben gekeken naar deze stream, dames en heren. Nog 3 minuutjes hoor, Ivar. Wat zeg ik? Nog 3 minuten voordat ik stopt. Voor die kaap, voor die nacht. Kakuna kan pas iets op level 10, ja dat klopt. Ik had alleen gehoopt dat hij nog iets zou leren voor level 10, maar valse hoop. Beetje zoals jouw covers. Een beetje als mijn covers inderdaad, die voor de groot. Marshall! Masule. En Licia! That's me, bitch. Masulwij? Je zou 7 uur gaan streamen, weet je nog? Nee, ik ging tot 7 uur streamen. Wie zegt dat? Ja, Arla weer, hè? Arla zegt dat. Ja, voortaan gewoon even meeschrijven en notities maken. Doe even een 24 uur livestream. Doe dat gewoon. Doe even. Oh ja, dat doen we even. Weet je wat, als jij dan even 1000 euro naar mijn rekening stort? Dan hebben we een deal. Nou, op zich, dan blijf ik wel in de streamer. Nou, jongens. Nou, 1000, dat is wel exclusief BTW dan. Nog 2 minuutjes, dus we verslaan deze trainer nog en dan is het gedaan voor vandaag. Marshall, pak je bal. We gaan nog even Troy helemaal afmaken. Troy Bolton? Troy Bolton, inderdaad. Je hebt nog wel een omkomen. Ja, maar waarom moet het dan ook? Waarom ben je nu op de stoelen van de netje komen? Ja, maar dat kent ik niet. Ik heb 3 grote.
Die zou Raf nog doen, maar ik ben still waiting. Voor die 24 uur livestream of wat? Waarom zou zoveel mensen banden aan de vastlijn? Aan de vastlijn, Ja, dat zou kunnen, maar ik heb niet zozeer om naar buiten te gaan. Oh, dus het zal maar excuses geven. Nee, ik heb alweer een deur vrij op zich. Die zijn ook. Nou, ik neem er opnieuw wassen. Nou! Klootzaak. Hey! Is dat je moeder op de achtergrond? Nee. Ja, dat is mama Lies, ja. Moeder! Je moeder! Nee, dat is mijn, mijn vrouw. En ik ben een kindje. Ik ben ouder als mijn vrouw je bent. Ze is gewoon tienermoeder en ik ben de zoon. Tiener! Hoe oud ben jij? Zes! Mag ik buiten spelen? Anders was ik namelijk in de baarmoeder van mijn moeder al zwanger van jou. Ja, ik wist dat ik speciaal was. Ja, dat bedoel ik mij. Arla zag weer een kont in beeld. Dat was denk ik die van Lucia. Billen in mijn hart, billen in het ziel van Billen. Ik wil van Billen. Yo, Kevin Flipperzweet, welkom bij dit streampje. Helaas wel op de minuut dat we gaan stoppen. Maar ik ben toch blij dat je heel even bent langs geweest. En je kan hem uiteraard, terugkijken. Dus dat gaat helemaal goed. Kan dit? Staat dit online? Dit staat online. Wat leuk. Zeker. Ik zag dat ook online staat. Mijn covers. Op iTunes. Te koop. Ik zat echt heel anders. Je kan ook een tweede kopen. Mijn covers, inderdaad. Mijn covers, mijn liedjes. Op iTunes kan ik ook één voor je moeder. Ik weet het is leuk. Nee, jammer dit. Ja, ik weet het. Maar je kan het gewoon terugkijken. Het is echt een hele gezellige stream. Dus ik zou het zeker doen. Volg mij ook op YouTube. YouTube. Ja, advies met Lies. Still booming. Ja. Still booming. En gewoon ontwikkeld in 2014, uitgewerkt. Nooit. 2014. Ik ben het spel. Schaamteloze zelfpromotie, Ivar. Ja, want jullie doen het niet. Kevin's covers staan daar ook op, hè? Ja, dat klopt. Jongens, ik heb alle badges gehaald. Ik mag meedoen aan de Pokémon League. Hij is een echte ster. Ik ben een echte Pokémon meester. Ik ga denk ik wel deze livestream gewoon op YouTube uploaden om terug te kijken. Dat is wel gezellig. Moet ik die aandoen? Ja, knip je hem dan wel tot iets leuks? Nee? Niemand gaat dit toch de hele tijd zitten kijken? Nou, dat hebben ze bij vorige streams wel gedaan. Kijk, als het live is, is dat leuk. Hakuna Matiris. Ach, je hebt ze echt... Je hebt ze of niet, Hakuna Matiris. Het is maar hoe het ziet. Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je er niet. Het is een theorie, filosofie. Hakuna Matiris. Ik snap Ivar wel, als je jezelf kan promoten, waarom zou je dat dan niet doen? Wat zegt iemand? Ik snap hiervan wel, als je jezelf kan promoten, waarom zou je het dan niet doen? Maar dat is het hele idee van promotie, dat doe je al toch altijd. Je zegt toch ook niet als de McDonald's een commercial heeft op tv. Oh, schaamteloos zelfpromotie. Rivka zegt, dat shirt is echt geweldig. Dankjewel, zelf ontworpen. Kom nog op de webshop. Kijk, goed. Het is ook gewoon echt een shirt van Kicks Games. Hakuna Matiris. Dat wist Rivka niet. Kipshop. Want toen keek ze al niet meer naar ons. Toen keek ze al veel liever naar Arjan Lubach. Ja, over weinig uploaden gesproken, heb je later in de paal? Een haat. Het staat je wel goed, moet ik zeggen. Dankjewel. Het is geen haat. Alleen je titel zit puur jaloezie. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Hey, mensen. We zitten al 3 minuten over de tijd heen. Ik ga stoppen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze livestream. En hij is natuurlijk gewoon terug te kijken. Voor nu nog hier, maar zodra hij op YouTube staat, dan verwijder ik hem uit de Twitch library. Dan kan je hem op YouTube terugkijken als je dat wil natuurlijk. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende livestream, want dan gaan we natuurlijk verder met deze Nuzlocke. Het is verrassend goed gegaan. Alle Pokémon leven nog. Dus dat is goed nieuws. We hebben een team van 6. En we gaan de volgende keer de eerste gym verslaan. En dat is wel heel erg spannend. Dus mensen, ik wil jullie... hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij. En ik moet een beetje hoesten en zo. Het is allemaal emotioneel, want Kevin weet dat dit zijn laatste stream is. Dat ziet er helemaal niet. Ja, dan moet je iets naar hier komen. Thumbnail! Toodles.